Geachte aanwezigen, van harte welkom op de eerste raadscommissievergadering van 2017. Een volle tribune. Van harte welkom iedereen op de tribune. Pers aanwezig, college voor zover aanwezig. Raadscommissie, van harte welkom. We hebben wat afmeldingen voor de vergadering. Mevrouw Kappert van gemeentebelangen is aanwezig. Mevrouw, en komt later. En mevrouw Lasje en meneer Schuurman zijn de hele vergadering afwezig gemeld. We gaan starten en we hebben op agenda punt 2 het spreekrecht voor de burgers. En er hebben zich 4 kandidaten gemeld die graag willen inspreken. Waarvan 2 over de ontwikkelingsscenario centrumvisie van Dalfsen. En dat zijn mevrouw Berghuis en meneer Kamphuis. Mevrouw Berghuis zal zelf aangeven namens wie ze spreekt. En meneer Kamphuis spreekt namens de ondernemersvereniging Dalfsen. Mag ik mevrouw Berghuis uitnodigen achter het katheder? En als u het lampje aandoet, hebben we u in beeld. Dank u wel. U heeft 5 minuten, maar dat is u bekend. Ja. En ik zal met 4 minuten u een seintje geven, zodat u kunt afronden. Nou, misschien ben ik sneller klaar. Nou, dat zou helemaal fijn zijn. Vanavond spreek ik in namens de werkgroep Typisch Dalfsen, waar we als plaatselijk belang onderdeel van zijn. Van Wietse van der Ploeg hebben wij het concept centrumvisie ontvangen. Alle partijen uit de werkgroep Typisch Dalfsen hebben het stuk doorgenomen en getoetst aan de eigen ervaringen tijdens het proces tot nu toe. Als werkgroep hebben we het als positief ervaren dat we zijn betrokken in zowel de klankbordgroep en tijdens de expertmeeting. In het concept wat er nu ligt zien we veel zaken terug en ook wordt veel vanuit het project Dalfsen Blauw zichtbaar. Voor de bevolking vinden wij dit goed, omdat dit laat zien dat er iets met hun mening is gedaan. Tevens zijn we blij dat veel zaken die in het concept terugkomen ook in het document Typisch Dalfsen van oktober 2015 staan. Dit komt dus overeen. Kortom, over de mate van de participatie in dit traject zijn we tot nu toe tevreden. Er is een DNA voor Dalfsen neergezet. Echter zijn ons ook een aantal zaken opgevallen in het proces rondom de conceptvisie die bij ons vragen en onrust veroorzaken. In de conceptvisie wordt wel het stuk van Typisch Dalfsen uit 2013 genoemd. Bladzijde 6 van de centrumvisie, tweede zin. Dit is een stuk waar het oversticht zelf aan heeft meegewerkt. Maar er wordt minimaal ingegaan op ons stuk van oktober 2015, wat door Typisch Dalfsen is overhandigd aan de Raad en wat een professionele vorm van participatie betreft als het gaat om de centrumvisie en ook positief werd ontvangen. We zien in die visie zeker punten terugkomen uit ons stuk. Maar waar Dalfsen Blauw volop naar voren komt en missen wij dat betreffende onze eigen input door het net nu is neergezet, bespeuren we toch ook een sturende richting in de visie, zoals hij er nu ligt, vanuit het oversticht en de gemeente. Onder andere rondom de bronpunten, ruimtelijke uitgangspunten zijn bijvoorbeeld voorafgaand aan de expertmeeting bepaald zonder onderbouwing. Het valt ons daarnaast op dat het concept zoals het er nu ligt al vergaande plaatjes vertoont en het oversticht al uitgangspunten hanteert welke in de expertmeeting nog neer werden gezet als dit staat nog niet vast en alles is nog bespreekbaar. Bijvoorbeeld het parkeren. Dit wordt in het concept nu toch neergezet alsof het bepaald is en is ook op deze manier al gepubliceerd in de krant. Dit vinden wij een kwalijke zaak. Zo is ondernemer Dalfsen beloofd dat de gemeente eerst nog met hen in gesprek zou gaan hierover. En was er geen expert op het gebied van de detailhandel bij de meeting. En moet er ook nog veel onderzocht worden op dit gebied. Kortom, zaken die als een open werden geformuleerd in de bijeenkomst zijn toch één op één in overgenomen in het concept. Terwijl ook uit de SWOT-analyse, bladzij 24, blijkt dat hier bezwaren liggen. Is hier wel discussie over geweest? Dit raadsvoorstel gaat over het te kiezen scenario. Wij vragen ons dan ook af waarom er
nu dusdanige stellige uitgangspunten en verregaande plaatjes bij zitten, terwijl hier nog zaken voor onderzocht moeten worden en er beloftes zijn gedaan die hier niet mee nagekomen worden. Ons inziens moeten er eerst nog onderzoeken en gesprekken plaatsvinden alvorens te bepalen of dit het wordt. Laten wij zorgen dat het een mooi geheel blijft. En dat als klankbordgroep zijn wij voor het vervolg niet meer genoemd. Maar toch blijven wij graag aangehaakt en hopen dat de punten zoals zojuist genoemd worden opgepakt. Dank u wel. En we hopen ook dat de communicatie transparant blijft, ook naar de inwoners toe. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Berghuis. Blijft u even staan voor eventuele vragen vanuit de raadscommissie. Ik kijk even rond. Zijn er mensen die mevrouw Berghuis willen vragen naar aanleiding van de input? Dan was uw betoog heel duidelijk. Dank u wel voor uw inbreng. Meneer Kamphuis wordt uitgenodigd. En als u de microfoon iets hoger zet, dan is het ook voor u, denk ik. Ja. Oké, goedenavond. Fijn dat we ook namens ondernemer Dals even wat punten mogen toelichten. Ik ben altijd gewend om te spreken zonder te kijken, maar ik wil niet dat ik punten ga vergeten, dus ik ga er toch even afwijken. Allereerst wat betreft de participatie, Dalsblauw past bij jou. Dat vonden wij op zich een hele mooie manier om de burger en ook de consument, want wij als ondernemers denken altijd in consumenten en niet in burgers, om die daarbij te betrekken. Dus dat vonden wij positief. Echter, we stellen onze vraagtekens bij de representativiteit van het onderzoek. Ik schat in ongeveer 140 deelnemers op een inwonersaantal van de kern van om en nabij 8509.000 naar ik inschat. Daar hebben we toch onze vraagtekens bij. En hiervoor heeft de mevrouw Berghuis het ook al aangegeven ten aanzien van Typisch Dalsen, waar wij als ondernemersvereniging ook betrokken zijn geweest, missen wij eigenlijk een beetje de inbreng van het rapport, wat een hele mooie naam had. En dat was ook de taart van Bakker van der Mos, die hier overhandigd is aan de raad, met de naam Kerkplein, het kloppende hart van Dalsen. Daar zaten zeker hele goede punten in. En die zien we eigenlijk in de conceptvisie zoals die er nu ligt, onvoldoende vertaald. Dan ten aanzien van de expertmeeting. Bij die meeting waren Wim Wijnbergen en ik namens ondernemersvereniging aanwezig. Alleen de twee experts die waren uitgenodigd door de gemeente op het gebied van de detailhandel, die waren helaas verhinderd. En wij vonden dat de inbreng in die middag vanuit de detailhandel erg ondervertegenwoordigd was. Niet dat Wim en ik nog helemaal niks kunnen, maar we vonden dat dat toch veel meer gewicht had moeten hebben in dit toch hele belangrijke rapport wat er nu ligt. Wat zeker ook voor ons aangaat, want alles mooi en aardig, maar uiteindelijk moeten wij als ondernemers ons brood ook verdienen hier in dit prachtige centrum. En wat we verder als toch wel storend en vooral ook sturend hebben ervaren, dat is dat bij de aftrap van de beide scenario's waarop wij hebben mogen brainstormen met elkaar, dat daarbij twee vaststaande gegevens werden meegegeven aan ons, waarbij er werd gezegd, er zijn twee grote parkeerplaatsen, één aan de Molendijk en één hier naast het gemeentehuis. Dat waren eigenlijk vaststaande gegevens. Een autovrij centrum werd er aangegeven. Dat werd later in de groepen, toen we uiteen gingen in groepen, al wat genuanceerd. Want met name, ik heb er direct op geageerd van, maar dit is toch ook een brainstormmiddag. Waarom nu al die kaders zo meegeven? Want dan geven heel veel richtingen. Waarom is het zo bepaald? Toen werd er wel wat afgezwakt, maar het heeft met name mij en Wim die middag toch wel het gaf een heel andere setting aan die middag. En we weten niet goed waarom dat zo sturend is meegegeven aan de experts die op die middag aanwezig waren. Aangaande de SWOT-analyse vinden wij dat die meer opmerkingen en vragen bevat dan dat die ook echt een analyse is van de sterkte, van de sterke en de zwakke kant en van de kansen en de bedreigingen die je als dorp hebt. En we missen vooral antwoord op de vraag van, goh, waarom is Dalsen tot op heden zo succesvol? Want in alle bescheidenheid durf ik gerust te stellen dat we best wel succesvol zijn. We hebben heel weinig leegstand, momenteel zelfs helemaal geen leegstand op één pand nadam. En ik bedenk juist dat de antwoorden op die vragen heel belangrijk zijn. Want dat moeten we wel koesteren en zeker ook meenemen in het nieuwe plan. En dat hebben we heel erg gemist in de SWOT-analyse. Ten aanzien van het concept eindbeeld vinden we hem toch wel wat vaag. Hè. Als we kijken naar de hoofdstructuur van het centrum, dat is het oranje gebied op de kaart. Daaraan kunnen wij niet vinden van hoe is daar dan onder andere het verkeer geregeld? Wat is dat precies voor gebied? Wat hangt daar meer bij samen? En we missen wat een onderbouwing voor de gemaakte keuzes.
Dit gedeelte van het rapport, het is eigenlijk twee bladzijden, vinden wij vrij beperkt in tegenstelling tot de beschrijving van de bestaande situaties, die ook heel veel plaatjes bevat en die ook helemaal meeneemt vanuit, nou, eigenlijk vanuit de Trechterbeker-historie tot aan nu. Ja, op zich wel heel mooi om even te lezen en vooral ook om die plaatjes te bekijken. Maar we vinden dat dat gedeelte erg groot is. En het uiteindelijke waar het om gaat, dat had wel iets meer gewicht mogen hebben, vinden wij. Een van de eerste keren dat wij als klankbordgroep lid bij elkaar kwamen, toen zei Ruud van Leeuwen, en Ruud kan altijd ontzettend mooi werken met beeldspraak, hij had het over de soep. En hij zegt, jullie krijgen allemaal de kans om ingrediënten in de soep te geven. En zeggen, Wietse is de projectleider en Wietse is als het ware de kok. En uiteindelijk moet er een mooie soep op tafel komen. En ik wil daar graag op terugkomen, op die mooie beeldspraak. We denken dat er nu een soep staat, een soep met ontzettend veel kansen. Alleen op dit moment zit er wat ons betreft nog iets te veel vermicelli in. En we hebben liever wat meer mooie soepballen van een goede slager erin. Ik wou het hier graag bij laten. Hele mooie beeldspraak, meneer Kamphuis. Wilt u even blijven staan voor het geval er nog vragen voor meneer Kamphuis zijn uit de raadcommissie? Kijk rond. Meneer Royakkers, D66. Ik snap dat als je het hebt over een brainstorm je niet te veel vastliggende punten moet hebben. Want het gaat er juist om te verkennen. Maar ik heb dat zelf niet zo teruggezien. Omdat ik in dat alternatief 3 nergens het woord verkeersvrij kan vinden of... Nee, maar dat werd in die middag wel aangegeven door Bart Buijs van... Ja, maar uiteindelijk heeft u misschien toch uw zin gekregen. Dat het nog open is. Nou, het gaat niet zozeer om de zin krijgen. Het gaat erom dat het uiteindelijk een goed centrum krijgt. Oké, okay. Nee, dat snap ik ook. Ja, oké. Okay. Prima. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, meneer Kamphuis, u bent wel wat kritisch op het rapport, hè? Zo mag ik dat toch wel duiden. Ja, opbouwend kritisch, hoor. Ja, zeker. Maar ik stel ook even een kritische vraag terug. U stelt uw vraagtekens bij de representativiteit van datgene wat er gebeurd is in die middag, of in die avonden moet ik zeggen, aan de Prinsenstraat, in Delfsblauw. Maar vervolgens legt u voor om een ander product wat hier ook een keer aangeboden is samen met zo'n taart inderdaad, om dat dan wel meer als uitgangspunt te nemen. Maar dan zou de vraag terug kunnen zijn, wat is de representativiteit daarvan? Nou, in typisch Delfs zitten 4 verenigingen, ondernemer Delfs, historische kring, vrienden van Delfs en plaats van belang dorp Delfsen. Die vertegenwoordigen natuurlijk ook een hele achterban. Dus ik ga niet zeggen dat dat rapport net zo zwaar moet wegen als die 4 avonden in het Delfs Blauw Café. Maar ik denk zeker dat een heel mooi voorbeeld is van burgerparticipatie. Want daarin 4 verenigingen samen, en ook daarin ben ik dan samen met Wim en Gerard Knol vertegenwoordigd, de mening geeft namens je achterban. Dus ik denk zeker dat het daar wel een vorm van participatie in zit. Voldoende, meneer Wildvank. Dank u wel. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ik snap dat u, meneer Kamphuis, en ook ondernemer Dallesen toch belang bij hebben. Een goede bereikbaarheid van de winkel, want dat is jullie brood. En mijn vraag zou zijn van de huidige situatie zoals die nu is. Hoe wordt die ervaren bij de ondernemersvereniging in Dallesen? Als er niks verandert, bent u daar blij mee? Of zegt u van, er moet toch wel wat veranderen? De huidige situatie, en dan bedoel je, neem ik aan, de verkeersstroomsituatie en de afsluiting op vrijdagavond tot en met zaterdag? Ja, zoals nu geregeld is in het centrum. Voor zover ik daar nu een antwoord op kan geven, is men daar tevreden over. Wat niet wil zeggen dat men daarin helemaal niks wil veranderen, maar de meerderheid is daar tevreden over. Ja. Dank u wel, meneer Raamaker. Dank u wel voor uw inbreng. Graag gedaan. En, we gaan het er straks over hebben. Ik meld dat mevrouw Kappert ook binnen is. Van harte welkom. Dat was agenda punt 2, spreekrecht burgers over de centrumvisie. Of de keuzes die daarvoor liggen. En dan gaan we verder met het agenda punt over de varianten van de Jachtlusterallee. In het Nieuw-Leusense is een allee. En mevrouw F. van Veen, ik heb haar nog niet ontmoet, maar ik zie u opstaan. Van harte welkom ook. En ook voor u geldt 5 minuten en ik zal proberen met 4 minuten, mocht dat nodig zijn, een signaaltje te geven, zodat u kunt afronden. Ik ben Femi van Veen en ik woon aan Jachtlusterallee nummer 4. In 3 bijeenkomsten werden wij als belanghebbenden meegenomen en gehoord
bij de plannen voor de herinrichting van de Jachtlusterallee. Waardering in de eerste plaats voor de constructieve wijze waarop Ilse Bloemhof en Frans Mosterman dit hebben begeleid. In de eerste bijeenkomst werd door bijna ieder de wens geuit om de laanstructuur te houden. Er liggen nu twee varianten met betrekking tot de bomenkap. A. De kap van 200 bomen voor een 60 kilometer weg. En B. De kap van alle bomen voor een 80 kilometer weg. Beseffen wij allemaal de betekenis van een boom? Een boom gaat fijnstof en kooldioxide tegen in onze vervuilde lucht. Lucht die u en ik inademen. Elke boom levert zuurstof. Wie weet heeft van luchtwegproblemen, zal zeker de waarde daarvan beamen. Een boom is daardoor essentieel in ons leefklimaat. Het gemak van de bomenkap in beide plannen verontrust mij meer dan ik zeggen kan. Het is begrijpelijk dat een aantal bomen bij de 60 kilometer variant die te dicht op het asfalt staan, weg moeten. Ik wil nadrukkelijk vragen om die keuze met accuratesse en zorg te doen. Plan B, waarbij alle bomen worden gekapt, vind ik onaanvaardbaar. In dat geval wonen wij straks aan een soort landingsbaan van een vliegveld. Bij de gedachte aan zo'n leefomgeving krijg ik een heel naar gevoel. Eveneens kan ik mij niet voorstellen dat de gemeente Dalfsen met het predicaat groenste gemeente van Europa hiervoor zal kiezen. Daarbij heeft het optische effect van de bomenrij tot gevolg dat mensen rustiger rijden. Wie wil een veilige situatie door ingrijpen onveilig maken? Mensen zullen zonder de bomenrij extra hard het gaspedaal intrappen en extra gaan inhalen. Daarbij is de Jachtlusterallee met haar rotondes geen serieuze ontsluitingsweg voor het industrieterrein. De efficiënte ontsluiting van het industrieterrein grenzend aan de N377 richting de A28 is huiswerk voor de provincie en de gemeente. Tot slot is het belangrijk te kijken hoe de verkeerssituatie bij de kruising met de Meelen voor de aanwonenden zodanig kan worden aangepast dat zij mogelijk straks niet het verkeer vlak langs hun raam horen razen. Ik dank u voor de mogelijkheid van inspreken. Wens u wijsheid toe bij uw beslissingen en spreek de hoop uit dat het belang van ons als aanwonenden er werkelijk toe doet. Dank u wel. Dank u wel. Een indringend beroep aan de raadscommissie. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid, heeft nog een vraag voor u. Mevrouw Van Veen, ja, ik heb wel twee vragen aan u. De eerste is, bent u bij die avonden geweest als aanwoner? Alle drie, ja. Heb ik bij. En hebt u na afloop voor uzelf het gevoel gehad dat dit een mogelijk scenario zou kunnen zijn? Nou, in de eerste bijeenkomst werden wij gehoord. En wat ik ook aangaf, werd de laanstructuur door naar het merendeel eigenlijk als heel wenselijk en ja, toch te verkiezen boven alles. In de tweede bijeenkomst stond ik eigenlijk wel een beetje perplex en ik heb ook contact gehad met de ambtenaren van hoe kan het dat er nu ook een plan ligt waarbij die bomenkap totaal is. En dat was niet wat in de eerste bijeenkomst genoemd is. Dank u wel, mevrouw Van Veen. Verder nog vragen? Meneer Jutten, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Veen, dank voor uw betoog. U sprak voornamelijk in de ik-vorm. Spreekt u namens uzelf of namens alle bewoners van de Jachtlusterallee? Nou, ik spreek nu eigenlijk voor mezelf, maar ik heb contact gehad met verschillende mensen aan de Jachtlusterallee. En van een aantal wist ik van de avonden die wij eigenlijk bijgewoond hebben, wat de mening van de verschillende mensen is. En ook een aantal mensen die ik niet sprak toen, daar heb ik contact mee gehad in de afgelopen dagen. Dus ik spreek voor mezelf, maar wel met de achterban.
Dank u wel. Ik hoop dat het duidelijk is. Daarmee voldoende beantwoording. Verder geen vragen meer. Ik dank u wel voor uw betoog. Ja. En dan gaan we over naar de volgende spreker. En dat is mevrouw Brinkman. Van harte welkom. En u spreekt namens de industriële kring Nieuw-Leuzen. Ja, volgens mij ben ik zo redelijk verstaanbaar. Ik ben Arenda Brinkman. Ik ben hier namens IKN. Vertegenwoordig ik een vijftigtal ondernemers gevestigd in Nieuw-Leuzen en waarvan er een heel aantal ook gevestigd zijn op de industrieterrein De Grift. En in die hoedanigheid ook zeer betrokken en belanghebbende bij de ontwikkelingen van de jachtlustralee en hetgeen nodig is om deze weg aan te passen. Want ondernemen in Nieuw-Leuzen, dat doen we graag. Dat ligt ook vaak vanuit de roots die de ondernemers hebben met het dorp en de gemeente. En in die hoedanigheid vind ik het toch wel ook significant om te benoemen dat wij als ondernemer ons in die zin al verantwoordelijk voelen, maar ook een bijdrage leveren aan zowel de werkgelegenheid als een stukje leveranciers voor onze collega-ondernemers. En in die hoedanigheid ook een bijdrage aan de economische motor en denk ik zeker het welbevinden en de leefbaarheid van ons dorp, zeker de gemeente Dalfsen. En om als ondernemer nu te ondernemen, maar ook voor de nabije toekomst, heb je een bepaald ondernemingsklimaat nodig. En daar hebben we uw politiek en beleid bij nodig. En wat bovenaan een van de lijstjes staat voor ondernemend is bereikbaarheid en daar hebben we wegen voor nodig. En zoals net ook wel eens aangegeven is, de N340 en de N377 zijn voor ons belangrijke wegen. Maar ook zeker is de jachtlustralee daar een belangrijke weg voor. Niet alleen gewoon vanuit de praktische zin dat we daar veel gebruik van maken, zelf als ondernemers, maar ook vanuit een stukje visie van provincie. Dat die weg niet voor niets is aangewezen als een stukje ontsluitingsweg, waarbij ook bepaalde eisen horen. En die eisen die benoemen wij ook graag als ondernemers, dat daar veiligheidsaspecten aan te grondslag liggen. Welke dus vormgeven aan welke eisen daarbij horen. Nou, ook wij waarderen het zeer dat in het traject van welke ontwikkelingen zijn nodig en hoe kunnen we daar vorm aan geven, dat we als klankbordgroep daarin een bijdrage hebben mogen leveren. Wij hebben hem ook als IKN zeer prettig ervaren dat we een open communicatie met elkaar als belanghebbenden, met begrip en aandacht voor elkaars belangen, want er zijn natuurlijk verschillende belangen, laten we daar duidelijk over zijn, dat we die 3-4 bijeenkomsten als heel constructief hebben ervaren. En ook wij hebben als IKN ervaren dat we uiteindelijk na 3-4 bijeenkomsten tot eigenlijk een heel goed voorstel zijn gekomen waar gewoon heel veel draagvlak voor is. En ja, ik ben geen politicus, ik ben een ondernemer, maar als je beslissingen moet nemen, dan hoop je een goede, verantwoorde beslissing te nemen waarbij je goed doet aan ieders zijn voorstellen en zijn wensen. Maar het iedereen naar het zin maken is een ander verhaal. En als dat zou kunnen, dan is het niet zo'n moeilijk besluit en dan zijn we er met elkaar gauw uit. Alleen, ik wil benadrukken dat voor de ondernemers een stukje toegankelijkheid en bereikbaarheid heel belangrijk is. Maar dat wij ook zeker oog hebben voor maatschappelijke en natuuraspecten. Wij zijn als IKN van mening dat wij zeker voorstander zijn van het voorstel wat er nu ligt. Wat ook vanuit de klankbordgroep veel draagvlak heeft. Ook van de omwonenden. Ook ten aanzien van de 80 kilometer. Ook ten aanzien van het stukje rijbaan met tweerichtings fietspad. Vanaf de N377 tot aan het Zandspeur. Wij zouden heel graag zien dat er een rotonde komt bij het Zandspeur. Die zowel het stukje verkeersbeeld over de hele jachtlustralee als het stukje veiligheidsaspect voor fietsers daar goed recht aan doet. En we hebben ook zeker een mening over het stukje natuur. En dan hebben we het over de bomen. Mijn voorgangster en aanwonende. Ik heb haar ook in de 3-4 bijeenkomsten met haar mogen spreken, net als met andere aanwonenden.
En nogmaals, dat was op een hele respectvolle en begripvolle manier met elkaar. En ook daar hebben wij ervaren dat er ook wel degelijk begrip is voordat de nieuwe of de huidige economische omstandigheden en ontwikkelingen gewoon een andere jachtlust alleen van ons vragen dan dat die er nu ligt. Alleen om tot een compromis te komen, hebben wij ook in de laatste klankbordgroep met elkaar een eigenlijk nieuw alternatief geopperd om tot behoud van één rij bomen te gaan, en zodat niet de volledige kap ingezet hoeft te worden bij die 80 kilometer weg. We zijn op dat moment geïnformeerd door iemand die op natuurkundig gebied zegt van ja, misschien is dat niet houdbaar, want als je één rij weghaalt, valt de andere rij om. Ja, dat wil ik. Dus wij hopen dat dat alternatief toch meegenomen wordt om uiteindelijk tot een goed bereidbaar en verantwoorde weg te komen. En ja, goed, daar wens ik jullie ook allemaal veel wijsheid bij het besluit. En dat in ieder geval op een constructieve manier de tijd daarmee gevuld wordt en we verder kunnen, want zoals nu is, kan het niet. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Brinkman, voor uw betoog. Meneer Rooijakkers van D66 heeft dank een vraag voor u. Nou, die laatste toevoeging was misschien niet nodig geweest. Maar ik heb nog een vraag. Want u heeft het steeds over wat er nu voor ligt en het alternatief wat er voor ligt en de keuze die er nu voor ligt, of een compromis. Maar zoals ik het zie, ligt hier alleen een aantal modellen die verder worden onderzocht. En er is nog helemaal geen keuze gemaakt. Nee, de keuze en het besluit is aan u. Alleen zoals wij in de klankbordgroep hebben gepoogd, zijn draagvlak en ideeën en voorstellen uit te werken die ook daadwerkelijk draagvlak hebben om uiteindelijk tot een besluit te komen om die te gaan uitwerken. Ja, maar er zijn nog verschillende opties en die zijn allemaal nog in de race. Dat is wat ik wilde zeggen. Terwijl u naar mijn idee doet voorkomen alsof dat u zeg maar, bent gekomen tot een acceptabel alternatief al. Maar zover zijn we het er nog niet. Nou, ik meen hier te betogen dat ik voor het voorstel pleit. Zoals het nu in de stukken ja, maar dat is maar één van, dat is maar één van de opties. Ja, maar dat is het voorstel waar het meeste draagvlak voor is. Ja, dat zegt u, maar er is maar één van de opties waarvan u zegt dat het voorstel is. Maar, maar dat is met de percentages en de stemmingen die we met elkaar hebben gedaan op de klankvoortgroep, is dat volgens mij uitgerold als het plan wat de meeste draagvlak heeft. Dus dat zie ik dan als het voorstel. Voor meneer Rooijak is voldoende beantwoord, begrijp ik. Ik lijkt me dat zo de procedure niet is. Maar goed, dat laat ik aan de raad straks. Meneer Veldhuis, VVD. Nou, ik wil even verduidelijking even van u hebben. Mm-hmm. Als ik u goed begrijp, dan zit u dus wel op het spoor voor 80 kilometer per uur. Met aan de westkant de fietspaden en uiteindelijk één rij kappen. Dat de kappen van de bomen, zeg maar. Ja. Dat zien wij als een democratisch compromis, laat ik het maar zo verwoorden. En dat is iets wat breed gedragen wordt door de rest van de omwonenden van de Zandspeur? Of is dat uw eigen, is dat de mening van u zelf? Ten eerste sta ik hier namens IKN, dus die vertegenwoordig ik volledig. Dus wij als IKN-leden zijn volledig staan achter hetgene wat ik nu betoog. Ik ben ook zelf deelnemer van de klankbordoverleg geweest en daarin zijn meerdere partijen betrokken, waaronder omwonenden. En ja, ik doe het dan maar even met de dingen die op papier staan, want ik kan wel zeggen wat ik vind, maar datgene wat op papier is gezegd vanuit de mensen van de gemeente, is dat er met percentages ook door de omwonenden, voor zeg maar even alternatief 1, wat dan als voorstel is benoemd, dat draagvlak heeft. Dus daar zijn ook de omwonenden horen daarbij. Meneer Veldhuis. Nog meer vragen? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, nog één vraag, als het mag. Dat heeft te maken in de eerste plaats met dat proces. Volgens ons is dat niet helemaal duidelijk, maar daar kunnen we het straks nog wel over hebben. En de andere vraag die eronder ligt is, bent u nu voor 60 of voor 80 of maakt u dat niet uit? Wij zijn voor veiligheid. Ja, wij blijven voor handhaving van 80. Het is nu 80. Er is aangegeven, ook vanuit het ontsluitingsbestemming, dat daar vanuit de maatregelen 80 bij hoort, als die weg op die manier wordt aangewezen.
En ook vanuit ondernemers is een doorstroming van het verkeer een belangrijke achtergrond. En daarbij is 80, heeft onze voorkeur ten opzichte van 60. Ja. Voldoende, meneer Nijberg. Verdere vragen? Ik wil u danken, mevrouw Brinkman, voor uw inbreng. En ik moet even zeggen, industriekring. Ik zei industriële kring, neem me niet kwalijk daarvoor. Dank u wel voor uw inbreng. En daarmee hebben we agenda punt 2, spreekrecht burgers. Gaan we over naar het vaststellen van de agenda. En daarbij wil ik opmerken dat punt 6 is komen te vervallen. Daar stond de kadernotitie detailhandelstructuurvisie. En deze is in verband met afwezigheid van meneer Agricola van de agenda afgegaan op verzoek. Daar heeft de agenda aan mee moeten werken. Dus vandaar dat punt 6 hier genummerd is als vervallen. We laten de rest van de nummering zoals die nu staat. En mijn vraag aan u is, kunt u hiermee instemmen zoals die nu voor ligt? Ja, wordt geknikt. Dan is de agenda vastgesteld. Ga ik over. Naar agenda punt 4. We hebben het er al even over gehad. Een aantal insprekers hebben we gehad. Er zijn veel mensen geïnteresseerd. En dat is de keuze van de ontwikkelingsscenario's Centrumvisie Dalfsen. Meneer Van der Ploeg is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. Meneer Verleeuwen is portefeuillehouder. Eind 2015 heeft de Raad de kaders vastgesteld voor het centrumgebied van Dalfsen. In 2016 is volop gewerkt aan het uitdenken en uitvoeren van de kaders zoals die door de Raad zijn vastgesteld. Ook de brede participatie zijn meegenomen en er zijn onderzoeken uitgevoerd en er is een concept centrumvisie opgesteld. Nu is er eigenlijk een tussentijds besluitmoment om de koers van de uiteindelijk vast te stellen centrumvisie te bepalen. Het college stelt voor om te kiezen voor scenario 3 en dat is de combinatie van scenario 1 en 2. In de stukken staat heel erg omschreven wat dat allemaal betekent. Korter kan ik het niet zeggen, maar zo is het bedoeld. Ik stel voor om in 2 ronden te behandelen. Eerst informatief kunt u vragen stellen. En in de 2e ronde hoor ik graag uw opinie. Of hoor ik graag wat u ervan vindt. En dan zal ik proberen samen te vatten. Wie kan ik het woord geven voor de informatieve ronde? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Wij hebben een aantal vragen, inhoudelijke vragen en een aantal vragen die te maken hebben met het proces. Met die laatste te beginnen, we hebben net de insprekers gehoord. Als ik goed begrijp, zijn er dus, als ik het goed beluister, vanuit de gemeente zijn vooraf een 2-tal restricties neergezet. Een autovrij centrum en een 2-tal grote parkeerplaatsen aan beide zijden van het centrum. Klopt dit? Zijn deze restricties vooraf gesteld? En zo ja, waarom? De wethouder heeft verder met de klankbordgroep afgesproken dat ze het voorstel eerst nog mochten inzien voordat het naar de raad zou gaan. Dit is wel gebeurd, maar op een heel laat moment. En de vraag is de wethouder hiervan op de hoogte dat dit zo is gebeurd? En als hij daarvan op de hoogte is, waarom is dat zo laat gedaan? En in het voorstel ontbreekt het plan Fokkens, terwijl dit wel besproken is in de voorbereiding. Wat is de reden om dit plan niet mee te nemen in het voorstel wat nu voor ligt? Daarnaast hebben we een vraag van, gaan we nu in scenario 3 uit van een autoluw of een autovrij centrum? Als ik de plaatjes bekijk en de tekeningen bekijk, krijg ik het idee dat het een autovrij centrum is. Maar dat kan ik natuurlijk verkeerd opgevat hebben, maar dat hoor ik graag van u. We hebben nog een vraag over de inwoners van het centrum van Dalfsen en de winkeliers en hun personeel. Waar moeten die hun auto's straks gaan parkeren? Nu kan dat niet op de huidige parkeerplaats in verband met het maximaal 2 uur parkeren restrictie die erop zit. Met de concentratie van de parkeerplaatsen wordt dit wellicht nog lastiger. In het centrum zijn ook woningen die een eigen parkeerplaats of een eigen garage bij hun woning hebben. En zijn die dan niet meer te gebruiken? Hoe ziet u dat? En hoe zit dat met mensen die bijvoorbeeld slechte been zijn? Hoe kunnen die het centrum inkomen?
En de laatste vraag die we hebben. Het strand aan de Vecht, zoals dat nu gesitueerd is, is dat nu op de plekken waar de kade zit. En de vraag die wij erover hebben, is dat realistisch in verband met de eisen die het waterschap stelt aan keringen en dijken? Je hebt daar weinig ruimte door de rondweg en de woningen die daar staan nu op de hoek. Is aan het strand, een strand aan de overkant dan toch niet realistischer? Dat zijn onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Kan ik... Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. In het voorstel wordt genoemd dat er nog een onderzoek wordt gedaan naar de potentie van nieuwe horeca. Nog meer nieuwe horeca. Een vraag van mijn fractie is of dat al is ingehaald door de werkelijkheid. Hè. Ik kan me voorstellen dat het stuk een poosje geleden geschreven is. En inmiddels hebben we hier heel wat nieuwe horeca het licht moeten zien. Dus de vraag is of er nog meer bij moet. Of dat we hiermee wel ongeveer een maximale potentie hebben gehad. Ook een vraag of er een koopstromenonderzoek heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, hoeveel behoefte is er nu aan de winkelbestand in de nabije en de verdere toekomst? En een beetje daaraan gekoppeld, hoe wordt de vergrijzing die op ons af zit te komen beantwoord? Hoe gaan we daarmee om? Ik heb het in dit stuk niet kunnen vinden. Misschien dat de wethouder wat kan toelichten waarom ik dat nog niet heb kunnen terugvinden. In hetzelfde onderzoek wordt aangekondigd dat dat het verkeersstromenonderzoek pas nu dus nog gaat plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor wat betreft parkeren. Terwijl ik me zou kunnen voorstellen dat het nogal essentiële informatie is om een visie te ontwikkelen. Hier staan al parkeerruimtes ingekleurd, dus er zijn al keuzes gemaakt. Tenminste, dat suggereert het plaatje op 42. En de disclaimer staat er niet bij. Maar goed, misschien is het anders. Misschien moest het rapport... ook nog worden aangepast op dat onderdeel. Verder een vraag. Er wordt een aantal economische punten benoemd in het rapport met een euroteken. Een vraag van de fractie hoe dit tot stand gekomen is. Want voor mijn gevoel mis ik een paar cruciale economische factoren. De vraag over het proces is eigenlijk al gesteld door de VVD. Dus die ga ik niet herhalen. En een gewetensvraag misschien aan de wethouder als afsluiting. Opereert het college met deze visie, of deze uitwerking, nog steeds binnen de kaders? Of anders gezegd, waar schuurt het met de kaders die we in de raad hebben vastgesteld? Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Ook veel vragen. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb er wat minder. Om te beginnen toch even ook parkeren. Het is wel door meerdere al genoemd, maar ik weet niet of het helemaal hetzelfde is. En dan met name parkeren door bewoners. Er wordt het een en ander gezegd over bezoekers van buiten het dorp, van binnen het dorp. Maar de bewoners in het gebied, hoe moeten die straks parkeren? De vraag over koopstroom en behoefte aan winkelbestand heeft de CDA gesteld, dus die onderstreep ik alleen even. En dan, ja, het is niet voor niks een centrumvisie, wordt dus gekeken naar het centrum, maar u grijpt deels ook in op particulier bezit. Nou, als visie is dat natuurlijk prima. Maar er wordt ook wat een en ander gezegd over de brug, de plek van fietsers daarop, aansluiting op het Bellingenweer komt aan de orde, maar de plek van de rondweg niet. Ik vroeg me af of dat een bewuste keuze is geweest. En dan, een visie zou ook iets moeten hebben, denken wij, van fasering in de tijd. Wat doe je vandaag, morgen? Wat doe je over een niet al te lange tijd en wat doe je op de langere termijn? Dat zie ik nog niet in het stuk terugkomen. Mogen we dat nog verwachten of is dat iets wat u buiten het stuk wilt hebben? Dat zijn ze, meneer Wildvank. Meneer Royak is D66. Dank u wel. Ik heb ook weer een aantal vragen, voorzitter. Wij zijn als D66 onder de indruk van de inzet op participatie. De pop-up locatie met de Dallas Blauw Pas bij jou campagne enzovoorts. Ik heb een vraag of een paar vragen, maar dit mag later ook eventueel schriftelijk. Voor mij dat de wethouder het erg technisch vindt. Op de eerste plaats, wat waren de kosten? Dat is erg interessant. Heeft het college het proces geëvalueerd en zijn er leerpunten uitgekomen die bij volgende inspraakexercities waar we gebruik van zouden kunnen maken? Er zijn een drietal vragen over hetzelfde onderwerp. Maar dat is niet zo urgent, denk ik, voor het besluit dat wij hier moeten nemen. Maar wel in verband met het, naar mijn mening, goede Dallesblauwe proces. Dan kom ik nog even terug op de SWOT-analyse. Waar ook eerder sprake van was. En wat door de inspreker, de heer Kamphuis, is genoemd.
Er staat onder andere in die SWOT-analyse, dat als bedreiging wordt gezien de overlast van hangjongeren en hangouderen. Ja. Hoe denkt het college daarover? Ziet het college dat ook als een bedreiging? Verder is het ons opgevallen dat er vooral jongeren en ouderen aanwezig waren in het pop-up café. En dat de heer Kamphuis noemde ook al de vraag naar de representativiteit. En wij missen eigenlijk de groep van 30 tot 60, de echt sociaal actieven die drukke banen hebben enzovoorts. De vraag is of deze bevolkingsgroep voldoende in beeld is geweest bij dat proces. Dan zult u ongetwijfeld weten hoe dat zit. Want die hebben verschillende dagindelingen, interesses en prioriteit voor vervoer en dergelijke. En dat kan wel een heel groot belang zijn. En misschien voor het publiek niet, maar alle raadsleden die hebben een presentatie gehad van Ferenc van Damme. En misschien dat daar ook aandacht voor is geweest, omdat dat ook ingaat op de burger en de segmentaties van de burgers. En dan op de laatste plaats, voorzitter, wil ik een passage citeren uit de kadernotitie bladzijde 7. En daarna een paar korte vragen daarover stellen. Ik denk dat de wethouder dat wel zal waarderen. Ik citeer. De visie geldt als kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in het centrumgebied van Dallassen. Het geldt als zogenaamde stip aan de horizon. Een globaal ambitiebeeld dat de potenties en knelpunten van het dorpshart van Dallassen in beeld brengt en geldt als prikkelend ambitiebeeld voor de lange termijn. Het geldt niet als concrete ruimtelijke of civiel-technische uitwerking van concrete plekken in het centrum of als inrichtingsplan waar rechten aan ontleend kan worden. Krijgt de wethouder hier ook jeuk van? En kun je wel een volledig participatietraject optuigen met als resultaat slechts een prikkelend ambitiebeeld? Daarom de vervolgvraag of de wethouder kan toezeggen dat er bij de uitwerking in gedetailleerde inrichtingsplannen de vast te stellen visie zo goed mogelijk zou worden gevolgd. Daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de mooie notitie waar we de tanden in hebben kunnen zetten. We hebben twee vragen nog over. Eén gaat over de duiding van de tekeningen en de plattegronden die er staan. Ik geef daarbij twee voorbeelden. Op bladzijde 14, daar staat een hele globale uitwerking over het verschil tussen wonen en winkelfunctie in Dalfsen. Maar die is zodanig globaal dat hij daarmee misschien wel de kern van het probleem mist. Wij vragen ons af wat hier nou de bedoeling mee is met deze duiding. En het tweede voorbeeld, dat is bladzijde 42, dat gaat over dat toekomstig beeld. Daar zitten we echt te worstelen met wat daar nou de duiding van is. Omdat het aan de ene kant heel erg gedetailleerd is en tegelijkertijd is het een soort globale schets. En ik geef een voorbeeld. De ingang van de Prinsenstraat, die staat in deze tekening, die wordt behoorlijk veranderd. Daar wordt een compleet blok gesloopt en daar wordt een verlengde Julianenstraat voorgesteld. Dat is, drempel, een aardige impact. Maar in de hele beschrijving wordt daar verder helemaal niks meer over gezegd. Dus wij zitten gewoon te worstelen met van, wat staat hier nou in deze notitie als streefbeeld? Nou, misschien dat de wethouder daar iets over kan zeggen. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag is, die is net al even iets aangetipt door de heer Wildfranke als het ging over de brug. Mijn geachte collega Nijburg die heeft al wel eens een keer een voorstel gedaan van, om eens goed te kijken naar de positie van die brug. Nou, als je ooit wil kijken naar de positie van de brug, is dit het moment. Te meer ook omdat er in ieder geval berichten zijn dat het waterschap heeft aangegeven dat die brug wel eens te laag zou kunnen zijn. Als dat daadwerkelijk het geval is, moet je sowieso de komende jaren gaan ingrijpen bij de brug. Nou, laten we ons dan eens even heel goed oriënteren op die positie van de brug. Is dit inderdaad juist wat ik nu beweer? Of zegt u van, nou, er is helemaal geen discussie over die brug. Dat zou ook kunnen, maar daar zouden we graag even een reactie op willen hebben. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Raamaker, gemeente Belangen. Ja, dank u wel. Nou, over de brug, om daar even op in te haken, daar zien wij niks in. Want als je de brug verlegt, dan gaat het verkeer langs Dalfsen. En de ondernemers willen graag de mensen in Dalfsen en ook zeg maar de horeca. Maar daar komen we straks nog even op terug.
De ontwikkelingsvisie die er ligt, of de scenario's van het centrum van Dalfsen, vinden we een goede zaak. Er moet wat gedaan worden. De kern is wat gedateerd. En ja, er zijn ook diverse problemen geweest, en daar wil ik toch even op inhaken. Niet om negatief te zijn, maar de riolering, de ondergrond van de Prinsenstraat, Kerkplein en Wilhelminastraat was een ramp. Meneer Raamaker, vragen als... Die komt eraf aan. Okay. Mevrouw de voorzitter, het is een belangrijk onderwerp, dus ik wil toch even kwijt wat ik graag wil zeggen. En wij hebben daar heel veel klachten over gehad. En ja, er zijn ook heel veel mensen met die fietsen onderuit gegaan. En ook die blikjes die er liggen, die riolering, zit altijd verstopt. De winkels in de Prinsenstraat hebben vaak last van een overstroming. Onze eerste vraag is dan ook, wethouder, is dat probleem straks opgelost? En hoe dat behoort, dat die ellende tot het verleden? Dan vinden we dat de entree van die winkelgebieden het visitekaartje moet worden van het centrum. Alle ingangen, waar het centrum binnenkomt, dan moet een visitekaartje zijn voor Dalfsen. De heer Kamber zegt ook al, van, we moeten aantrekkelijk zijn als winkelgebied. Dus mensen moeten daar heel graag naartoe gaan. En ook zeg maar, bij de Rondweg, de Lidl, die entree die kan ook wat mooier wat ons betreft. Dus gastvrij. En ik, ja, de vraag is aan het college, ben u dat met ons eens? Er wordt vanavond en na vanavond nog veel besproken met ondernemers en winkeliers over de nadere invulling van de details. En is het college bereid om deze vragen en kansen nog te benutten? Onze vraag is er nog voldoende speelruimte voor de ondernemers die hun boterham hier verdienen en kunnen die dus hun visie nog bij u kwijt? Want ik had toch wat verontrustende vragen van ondernemers over de verkeersafwikkeling in het centrum. Nou, de VVD had er ook al over, auto luw, auto vrij. Maar wat ik begrepen heb, naar aanleiding van de vraag is, zoals het nu gaat, is het misschien wel de beste. Maar misschien kunt u daar ietsje meer over zeggen. Er wordt ook nog gesproken over de subsidie van de provincie. Nou, misschien weet u al, kunt u al een tipje van de sluier lichten, wat die subsidie gaat worden. Niet onbelangrijk voor de gemeente Dalfsen. En als gemeentebelang hebben we al diverse keren aangegeven van waterpartijen zeg maar op de vecht, maar ook in het centrum, om het centrum levend te maken. Ik heb wel wat reportages langs zien komen met wat foto's, inspiratiefoto's, maar krijgt dit ook een vervolg? Dat waren onze vragen. Dank u wel, meneer Raamaker. Ik heb meegeschreven, meneer de wethouder, u ook. Het zijn vele vragen en sommige kunnen gecombineerd, waarschijnlijk. En ik wil u het woord geven om de vragen te beantwoorden, meneer Van Leeuwen. Dank u wel, voorzitter. Ik ga mijn best doen. Allereerst de vraag, ik begin maar even chronologisch, van de heer Veldhuis. Zijn er een tweetal restricties meegegeven? Bij de bijeenkomst, de expertmeeting, die werd geleid door het oversticht. Daar hadden wij gevraagd of ze dat wilden doen. Ben ik geschrokken hiervan. En de heer Kamphuis die gaf ook al aan dat het in de sessies, de werksessies, al was wat afgezwakt. Ja, dat kwam omdat ik daar nogal boos over was. Daar was ik van tevoren niet van op de hoogte en ik ben het er ook niet mee eens. De klankbordgroep die zou vooraf nog inzien van de plannen krijgen. We hebben ook nog contact gehad. Het was een hectische periode naar de kerst toe voor alle ondernemers. Dat is toen niet meer gelukt. Er is gezegd, nou dan, want ze zijn ook nog op gesprek geweest bij ons, bij de vertegenwoordigers van de ondernemers. We hebben gezegd, nou laten we proberen om dat in het nieuwe jaar dan te doen. Vanavond zou ook de detailhandelstructuurvisie worden behandeld. Dat leek ons handig omdat dit erg op elkaar ingrijpt. Nou, door omstandigheden is dat dan nu niet doorgegaan. Maar er is een grote bijeenkomst voorzien in maart over detailhandelstructuurvisie en centrumvisie met de ondernemersvereniging. En daar wil ik echt de mensen van harte uitnodigen om daar naartoe te komen en te laten horen en te duidelijk te maken wat de ideeën zijn die er leven. Want
ik spreek, ze zitten achter me, u nu direct aan. Wij hebben u gemist op een enkeling na bij Blauwe Café. Zo noem ik het maar eventjes. Daar zijn er een paar geweest, maar daar hadden er veel meer moeten zijn, mijn zinziens. De plaatjes. Ik ben bang dat u te veel waarde hecht aan de plaatjes. Dat zijn sfeerbeelden. Meer zijn het niet. En er zijn er bewust al een heleboel uitgelaten om allerlei misverstanden te voorkomen. wat hierin is neergelegd in deze, in dit ontwerp, dat is wat we opgehaald hebben de afgelopen periode in het hele participatieproces. En daar staan dingen in die mensen gewoon gezegd hebben. Er is door een groot aantal bewoners gezegd tijdens die inloopbijeenkomsten, wij willen een autovrij centrum. Dat wil nog niet zeggen dat je dat gaat doen, maar dat is gewoon gezegd. En kunnen wij dat wel achterhouden, maar dat zou niet eerlijk zijn. En wij kunnen best tot een hele andere conclusie komen. Waar moeten de auto's parkeren van de ondernemers? Ja, op dezelfde plekken wat mij betreft waar ze nu staan, namelijk buiten het centrum. Want als zij op de plek gaan staan in het centrum waar de klanten staan, ja, dan doen ze zichzelf de das om. Maar er zijn op dit moment een aantal plekken waar de mensen hun auto's neerzetten, 's morgens en dan lopend naar de winkel of het bedrijf gaan. Hoe moeten mensen die slecht ter been zijn in het centrum komen? Ik moet heel eerlijk zijn, dat moeten we nog uitwerken. Er zijn een aantal toegangsmogelijkheden. Daar zijn op dit moment ook ruim voldoende gelegenheden voor mensen die een kaart hebben om te parkeren. Bovendien, ze mogen altijd overal parkeren. Maar het is wel iets, u vraagt er terecht aandacht voor, dat moeten we verder uitwerken. CDA, horecapotentie. Ik kan u zeggen dat het concept inmiddels is opgeleverd. Dat komt vanzelfsprekend naar u toe. Het is mij nog niet bekend. Het is mij net ingefluisterd dat het concept is opgeleverd. Ik heb nog geen inzicht wat daar de resultaten van zijn. U verwijst ook terecht naar de detailhandelstructuurvisie. Ik denk dat die hier nauw mee verbonden is. En volgende week wordt die door uw commissie behandeld. Verkeersstromen onderzoek en parkeren. Ja, wat hebben wij in deze visie aangegeven? Wij hebben een aantal concentratiegebieden aangegeven waar op dit moment al parkeren plaatsvindt en waar mogelijk nog optimalisering plaats zou kunnen vinden. Er is straks ook een mogelijkheid om via de parkeerkelder van Albert Heijn onder het nieuw te realiseren deel van het waterfront te komen. Daar zullen ook een heleboel mensen, met name bewoners, een parkeerplek krijgen. Dus dat lost een deel van de problematiek voor de bewoners, lost dat op. Maar ook sta u daar ook alstublieft niet blind op. Een eerder plaatje in ditzelfde ontwerp laat zien waar er nu allemaal geparkeerd wordt in het dorp. Dat is kriskras op allerlei plekken. En het idee is nou juist, misschien is het verstandig om dat niet meer kriskras overal toe te laten, maar om daar een aantal concentratiegebieden voor aan te wijzen. Daar kun je anders over denken, maar dat is een idee wat hier ligt. Opereert het college nog binnen de kaders? Volgens ons ja, absoluut. En ik voel geen schuring, hoewel er dan misschien meer glans komt. Dus wellicht dat we hem nog gaan opzoeken. Maar op dit moment nee, hebben we het idee dat we er binnen zitten. Partij van de Arbeid, parkeren door bewoners, ja net als nu. Op dit moment is dat probleem er niet of nauwelijks en dat zal er straks ook niet zijn. En bij nieuwe ontwikkelingen geldt dat er een norm is van 1,3 parkeerplaats per woning. Dus daar zal rekening mee gehouden moeten worden. Ik vergeet één ding, mevrouw de voorzitter. De heer Veldhuis refereert aan een plan Fokkens wat mij niet bekend is. Dus ik weet misschien dat hij daar straks even op in kan gaan, want ik heb geen idee waar het over gaat. Dan hebben we een koopstromenonderzoek. Ja, Partij van de Arbeid, dat vindt eens in de zoveel tijd plaats. Ik vermoed, ik ben onvoldoende op de hoogte, zal ik heel eerlijk zijn, maar dat dat wel
bij de detailhandelsstructuurvisie in zal zitten. Nou, dat wordt hiernaast bevestigend geknikt. De plek van de rondweg, ja, daar hebben wij bewust op dit moment niet gedacht van, nou, die gaan we eens een paar kilometer ergens anders neerleggen. Dat is bewust voor gekozen om die te houden waar die nu is. Fasering in de tijd, ja. En dat is het vervolg van dit verhaal. Want in juni is het de bedoeling dat u een definitief rapport wordt aangeboden. Waarbij we ook de zaken in de tijd hebben weggezet. Overigens, zonder daarbij tekort te doen aan de inbreng van de ChristenUnie in de discussie in het verleden. Namelijk daar waar je kansen krijgt, en ook al heb je dat in de tijd dan misschien iets verder weggezet, wendbaar op te treden en je kansen te benutten. D66, wat waren de kosten? Als u het goed vindt, dan krijgt u daar even apart een reactie over. Is het proces geëvalueerd? Nou, niet uitgebreid, wel even kort onderling. Wij waren daar zelf zeer enthousiast over. Leerpunten voor de toekomst. We denken er op dit moment al sterk over hoe we van hetgeen we hier gedaan hebben en wat we ervan geleerd hebben, hoe we dat bij het project in het middengebied van Nieuw-Leuzen ook zouden kunnen toepassen. Want het is wel een, vanavond door u zelf uitgesproken, maar ook door mensen in het dorp, in de gemeente, wordt er heel positief tegen aangekeken. En zo kijken wij er zelf ook op terug. De overlast van hangjongeren schuine streep ouderen. Ja, ik denk met name die laatste groep dat u triggerde. Daar zijn ook wat vragen over geweest. Er zijn wat sterretjes waar mogelijke hangplekken aangegeven worden. We hadden bijvoorbeeld de projectontwikkelaar aan de telefoon. Want er was een hangplek voor jongeren schuine streep ouderen bij de brug geprojecteerd. En die was bang dat dat voor jongeren zou worden. Dat hij dan zijn huizen niet meer zou kunnen verkopen. Dus dat is het risico van plaatjes. Terwijl je toch een beeld wil schetsen en iets wil laten zien. Maar dat is wel het risico dat mensen dat heel specifiek gaan inkleuren, terwijl dat absoluut nog niet het geval is. Voorzitter, mag ik verduidelijken een vraag stellen? Ik wil graag eerst meneer Van Leeuwen de vragen laten beantwoorden. Dank u wel. U mist de groep van 30 tot 60-jarigen. Ik zou willen vragen of daar zometeen de heer Van der Ploeg even iets over zou kunnen zeggen. Die heeft dat proces helemaal nauwkeurig begeleid. Ik krijg persoonlijk geen jeuk van pagina 7 van het geciteerde. En u vraagt naar gedetailleerde uitwerkingsplannen bij de definitieve versie. Ja, dan moet ik u teleurstellen, want die gaat u niet krijgen. U krijgt een visie waarbij er mogelijke ontwikkelingsscenario's zijn. En op het moment dat, en nou geef ik even een concreet voorbeeld. Op het moment dat er een iets gedaan moet worden aan de parkeervoorziening nabij Lidl, achterkant Jumbo, want anders krijg ik weer problemen over reclame, zijkant Aldi. Op dat moment krijgt u gedetailleerde uitwerkingsplannen. Maar die krijgt u niet in juni. De ChristenUnie, duiding van de globale tekeningen en plaatjes. Ja, ik heb net al een beetje daarover gezegd. Het is nou juist het hele grote risico, en dat hebben we willen proberen te vermijden. Het hele grote risico is dat zo'n plaatje een eigen leven gaat leiden en dat er dus nu dat gaat komen. Terwijl dat niet het geval is. Wat zijn nu de streefbeelden? Ja, daar hang ik u. Dan wil ik toch even naar de inleiding van de voorzitter verwijzen. Het college adviseert u om een combinatie te maken van scenario 1 en scenario 2. En dat zijn dan de streefbeelden die nu verder uitgewerkt moeten gaan worden. Ja, want dat wil ik iedere keer toch weer benadrukken. U verstrekt vanavond een opdracht tot verdere uitwerking. En daar komen we mee terug in juni. De brug. Een heet hangijzer, om het maar eens in Von Martels termen te zeggen.
Ja, het waterschap zou mogelijk daar problemen mee hebben, maar er is nog niemand bij ons geweest. Dus ik kan daar geen ja en ik kan er geen nee op zeggen. Het zijn ook geruchten die ons bereikt hebben. Ik weet dat in februari de resultaten van het onderzoek van het waterschap naar buiten komen in zaken de gewenste hoogten van de dijken. En daar zal de brug ook bij in zitten. En ik vermoed dat we dus nou, ergens in maart met hen om de tafel zullen komen te zitten. Dit jaar, ja, dat verwacht ik wel. En dan sluit ik niet uit dat de brug ook in ter sprake zal komen. Maar ook daar gelden weer, nou, de heer Ramaker gaf het al aan, voor's en tegens. Want als je, ik weet niet of u bekend bent met het dorp Heten, daar is een hele mooie rondweg omheen gelegd. Ja, de middenstand die kan de tent wel sluiten. Nijverdal, prachtige rondweg eromheen. De ondernemers klagen steen en been. Dus er is altijd een andere kant van de medaille. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan, want wat we hier hebben opgebouwd, ik bedoel, daar wordt landelijk over geschreven, wat hier opgebouwd is in Dalfsen op het gebied van middenstand en ondernemerschap, dat is vrij uniek aan het worden en daar moeten we wel zorgvuldig mee omgaan. Gemeentebelangen. De grote problemen met betrekking tot riolering ondergrond, is dat probleem straks opgelost? Dat is wel het streven, dat we dat gelijk meenemen, ja. Ja, want mij zijn ook de verhalen bekend van winkeliers die mismoedig worden van het water wat op een gegeven moment bij hevige regenbuien de winkel in komt stromen. Dat is nou natuurlijk iets wat we absoluut niet moeten willen. De entree van het dorp, de entrees van het dorp, want er zijn er meerdere, misschien dat er wel drie aan te wijzen zijn, moeten een visitekaartje zijn, zijn wij het volstrekt mee eens. Zijn we bereid om met die ondernemers in gesprek te gaan? Ja, absoluut. En kunnen ze hun mening nog kwijt? Ja, want dit is niet meer dan een bijeenrapen van wat we tot nog toe opgehaald hebben. Een advisering van de scenario's die we verder uit moeten gaan werken. En daarin is de inbreng van ondernemer Dalfsen van essentieel belang. En we willen dat ook heel graag doen. En die vergadering, heb ik me laten vertellen, staat gepland. In maart en dan wordt zowel gesproken over de kadernotitie als over de centrumvisie. En ik denk dat dat een hele goede en belangrijke bijeenkomst, een goede kan worden en een belangrijke zal zijn. Kunnen ze hun mening nog kwijt? Ja, absoluut. U vroeg nog naar een subsidie van de provincie, die bedraagt rond de 40.000 euro. En is het mogelijk het water, het centrum in te trekken? Het is een grote wens van mijn kant. Ik heb op diverse plekken al foto's gemaakt en de heer Van der Ploeg daarmee vermoeid. U heeft ook een klein dingetje gezien wat hij ergens gevonden heeft. Ja, dat zou een hele grote wens zijn om, als het ware, de vecht naar het kloppende hart te trekken van het centrum. En voor wie zich ongerust maakt dat het de uitwerking van typisch Dalfse onderin een la zou zijn gekomen, ik heb het meegenomen. En dat maakt echt nog steeds deel uit van waar we mee bezig zijn. Dus men hoeft zich daar absoluut niet zorgen over te maken. Het maakt er deel van uit. Alleen het grote verschil is of dat het één op één wordt overgenomen of dat je zegt dit is voor ons een enorme bron van inspiratie. En dat laatste is wat het college van mening is. Voorzitter, ik dacht dat ik zo aardig rond was. Ik heb nog een vraag voor meneer Van der Ploeg openstaan. Dank u wel, voorzitter. Een vraag over het missen van 30 tot 60-jarigen. Dat triggert mij persoonlijk, ik val in die leeftijdscategorie. Ik wil allereerst melden dat er in de klankbordgroep een 30-jarige vertegenwoordigd is. Vanuit het plaatselijk belang dorp Dalfsen, die daar veel tijd in steekt. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Via Facebook zijn er ook veel mensen die via 30 tot 60-jarigen groepen gereageerd hebben. Daar hebben 16.000 mensen de sites van Dalfsbouw bekeken.
Helaas zou je toch hopen dat daar dan ook veel likes op komen of berichtjes gestuurd worden. Dat is niet gebeurd. Er zijn wel veel tegeltjes ingevuld, maar er staan geen leeftijdscategorieën bij. Dus we hebben echt serieuze pogingen gedaan om een brede vertegenwoordiging van de bevolking te bereiken. Geïnspireerd op het verhaal van Ferenc van Damme. Want niet ieder mens is gelijk. Doelgroepen zijn verschillend. Of dat helemaal gelukt is, dat kan ik niet beoordelen. Maar we hebben in elk geval ons best gedaan om die groep te bereiken. Dank u wel, meneer Van der Ploeg. Meneer Rooijak, wil u eerst als... Want u gaf net al aan te willen reageren. Ja, soms dan is het monster na de maaltijd. Hè? Kijk, als iemand heel druk bezig is in een betoog, dan is het soms goed om daar heel even wat van te zeggen. Maar dat ging over, dat, over die formuleringen van die stip aan de horizon. En die echt een beetje juridisch geformuleerde disclaimer, vond ik, zoals die erin staat. En ik vond dat in een visiedocument niet helemaal gepast, want we weten allemaal dat we beelden schetsen. Maar dan moeten we niet meteen doen alsof dat we daar niets mee doen. En ten aanzien van die 30 tot 60, misschien in een vervolgtraject, wanneer er concretere keuzes aan de orde zijn, misschien interessant om toch onze internet-enquête daarvoor te gebruiken. We hebben inmiddels toch een grote database van mensen die we vragen kunnen stellen. En dan weten we precies van uit welke groepen die afkomstig zijn. Dus gewoon een suggestie van mijn kant. Dank u wel voor deze reactie. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag gesteld over de visie op vergrijzing. Nog heb ik het antwoord gemist. Dat verwacht ik dan in de tweede termijn. En het tweede punt dat me toch wel bekruipt nu. De ondernemers, de typisch Dalfse klankbordgroep, had eigenlijk op het stuk wat bij ons nu voor ligt kunnen reageren. Dat was eigenlijk de afspraak, dat was het fraaiste geweest. Nu krijgen die in maart nog een grote happening, heb ik de wethouder horen zeggen. Om alsnog er iets van te vinden. En de vraag die dan bij mij naar boven komt is, wat doen wij dan nu? Ik heb het gevoel dat we een behoorlijk stuk van de input missen, een belangrijk stuk van de input missen. In hoeverre heeft het nu zin om vanavond dan deze denkrichting vast te stellen? Meneer Van Leeuwen. Ja, eerst een reactie even, als het mag, voorzitter, op de heer Rooijakkers. Want de heer Rooijakkers haalt twee documenten door elkaar. Hij wijst naar een stip op de horizon. En dat is een citaat uit een kadernotitie. Door de raad vastgesteld. En de centrumvisie is wat anders. Dit is de kadernotitie. Die heeft u vastgesteld. En daarin wordt een stip op de horizon genoemd. Dit is de centrumvisie die nu hier voor ligt. Dat is één. Wat doen we dus nu? Ja, de klankbordgroep, waarin dus ook de ondernemer Dalfsen vertegenwoordigd was, heeft nu juist meegewerkt aan de totstandkoming hiervan. Er zijn vanavond een paar kanttekeningen geplaatst. Er zijn terechte kanttekeningen geplaatst. Wat u vanavond doet, hoop ik, of althans over twee weken, is ons op pad sturen om deze denkrichting, waarbij we zeggen, nou, in feite komen we tot de conclusie dat er twee scenario's zijn die samengevoegd zouden moeten worden als toekomstvisie, om die te gaan uitwerken. En die komt dan uiteindelijk, zoals het traject er nu uitziet, die komt uiteindelijk in juni terug in commissie en in raad ter vaststelling. En in de tussentijd zullen wij dus de input die waar we vanavond kritiek op hebben gehad, gaan ophalen en verwerken. En dan vraagt u naar de visie op vergrijzing. Die zal voor een belangrijk deel ook terugkomen in de detailhandelsstructuurvisie. En daarom is het wel een beetje jammer dat dat vanavond niet samen behandeld is. Dat geef ik u graag toe. Maar dat komt dan volgende week aan bod. Voldoende, meneer Uitslag. Ik zie u denken. Nou, we hebben zo nog een ronde met Oriel, dus dan kom ik daarop terug. Fijn, dank u wel. Wie kan ik nog meer het woord geven naar aanleiding van de eerste beantwoording? Iedereen voldoende antwoorden gekregen? Fijn, dan wil ik graag uw oordeel. Wie mag ik het woord geven? Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel.
Nou ja, het is al met al een heel proces geweest in de afgelopen tijd en daar kan je van alles van vinden. Maar vooralsnog denk ik dat het een goed verlopen proces is geweest met veel aandacht voor burgerparticipatie. Dalsblauw, typisch Dalsen, een aantal andere aspecten zijn in orde geweest. En er is natuurlijk een selectie gemaakt van de inbreng die daar is opgehaald. En sommigen zullen zeggen dan niet gehoord te zijn of onvoldoende gehoord te zijn. Maar ja, dat is natuurlijk toch ook het resultaat van het samenbrengen van allerlei meningen. En om direct maar met de deur in huis te vallen, ik ben het van harte eens met de keuze van het voorgestelde scenario. Dat vloeit volgens mij wel degelijk voort uit het proces zoals dat nu is gelopen. We hebben als Partij van de Arbeid eind vorig jaar ook nog eens een keer in het centrum hier en daar wat mensen aan de tand gevoeld van hoe zij er nou tegenaan kijken. En daar kwamen toch grotendeels dezelfde onderwerpen naar boven. Dus volgens ons klopt het. In het stuk krijgt parkeren, lang en kort, verkeersafwikkeling, het waterfront, Prinsenstraat, Kerkplein en we autoluw en autovrij strijden een beetje om de voorrang. Wat moet het nou worden? Dat zijn onderwerpen die veel aandacht krijgen. Net als een groene aankleding met een verbinding naar het Bellingenweer. En een kwalitatief goede inrichting van het verblijfsgebied. Allemaal prima aspecten, prima onderwerpen. Wat wij op straat vooral te horen kregen was dat er ook wel veel aandacht werd gevraagd voor het stimuleren van activiteiten. Activiteiten voor jongeren, maar toch ook een activiteit in het algemeen. Dat er reuring in het dorp ontstaat. Nou, dat vergt wel iets van je visie, hoe je dan het centrum wil inrichten om dat te faciliteren. Waar nog niet zoveel aandacht voor is, en in een bepaald opzicht geen aandacht voor is, is de rol en de positie van de brug en de rondweg. En deze visie spreekt over een tijdshorizon van 25 jaar. Dat is toch op zich een forse periode. Dat is natuurlijk terecht, hè? Want in zo'n visie moet je langjarig kijken. Maar als je daar dan op deze manier een voorstel voor doet, dan moeten ook al je beslissingen in die periode, redelijk onoverzichtelijk lange periode, passen in die visie. En met nadruk zeg ik dat er veel zaken in staan waar we het van harte mee eens zijn. Die noem ik nu even gemakshalve niet. Die worden onderschreven, maar ik mis er ook een aantal. En nogmaals, de brug, de rondweg, het fietsverkeer, parkeren van bewoners, daar werd net iets van gezegd, maar ik mis het toch nog een beetje in het stuk. Ik heb goed gehoord dat er werd gezegd 1,3 parkeerplaats per woning gaan we ongeveer vanuit, prima. En de fasering in de tijd. En het laatste herhaal ik ook nog even weer met wat ik net al heb gevraagd. In een visie beoog je om weer te geven welke ontwikkeling je ziet die je belangrijk acht voor het gebied en wat belangrijk is voor de gemeente. Welke ambities we als gemeente op langere termijn hebben en wat we als gemeente met het oog op die toekomst te doen hebben en te ontwikkelen hebben om in de buurt te komen van dat einddoel. Dat vergt dat je in een korte, middellange en lange termijn beschrijft wat je te doen hebt. Wat doe je nu? Wat doe je over een korte tijd? Wat doe je later? En dat mis ik nog in het stuk. En dan mis ik dus ook de gedachte over de brug en de rondweg. Ik blijf het herhalen, want die termijn van 25 jaar maakt het noodzakelijk daarna te kijken. De verkeersdruk neemt toe. Toename van het aantal inwoners aan de oostkant van de rondweg neemt ook steeds meer toe. En daarmee gaat de weg een barrière vormen. En ik realiseer me dat je ook zou kunnen zeggen van ja, we hebben het hier over een centrumvisie en niet over het vervoers- en verkeersplan. Dat klopt, maar je kan het niet los van elkaar zien. Als je centrumvisie zegt en we verbinden het met het Bellingenweer, verbinden het centrum met het Bellingenweer, dan moet je je ook over de rondweg buigen. En dat vloeit ook al een beetje voort uit het rapport typisch Dalsen, waarin is opgenomen versterkte entrees tot de compacte kern, optimaliseerde verkeersstructuur en versterkte relatie met de Vecht. En uiteindelijk is dat wat u met deze visie toch ook beoogt. En dan nu zeggen, want dat hoorde ik u net zeggen, dat u de rondweg en de brug eigenlijk buiten beschouwing wilt laten, dat is dan iets te kort door de bocht. Want u schuift een onderwerp naar achteren in de tijd waar we in de toekomst problemen mee gaan ondervinden. U heeft hier een visie van 25 jaar en u zult ook naar dit onderwerp moeten kijken volgens mij. En wat voor de rondweg geldt, geldt dus ook voor de brug. En ik snap heel goed dat er dan met de grondeigenaren zal moeten worden gesproken. Dat gesprek hebben we dan maar te voeren. Nou ja, naast hetgene waar u in het stuk, en ik waardeer het stuk enorm, terecht allemaal aandacht aan besteedt, denk ik dat het versterkt kan worden met een tijdsdimensie en met de onderwerpen die ik hier net genoemd heb. En voor het overige herhaal ik maar even, stem ik dus in met het voorgestelde scenario. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook beginnen met
de complimenten over te brengen voor de ingezette instrumenten in het participatietraject. Met name het inloopcafé is al zeer positief ervaren. Ik ben er ook geweest en ik voldoe prachtig aan de gemiddelde zelfs van de doelgroep waar de heer Rooijakkers over heeft. En ik zag wel een paar meer leeftijdsgenoten. Dus zo erg was het allemaal ook weer niet. Nee, we kijken wel erg goed en positief op terug. Voorzitter, we hebben het over de centrumvisie. En we praten over het winkelcentrum. Dat is de plek waar ondernemers hun brood verdienen, maar dat niet alleen. De ondernemers zorgen juist voor de aantrekkingskracht. Dus ondernemers zijn belangrijk voor hun eigen bedrijf. Maar eigenlijk ook wel bij de gratie van de ondernemers bestaat het centrum. Eigenlijk vind ik dat, voorzitter, misschien wel te weinig terugkomen in het huidige stuk. Inderdaad, de ondernemers zijn niet veel geweest in het inloopcafé. Ik heb ook vernomen dat ze gedacht hadden, juist in de klankbordgroep te zitten, dat hun rol een andere zou zijn. Dus dat het inloopcafé voor de inwoners is. Mijn fractie is van mening dat dit ook echt te weinig terugkomt in het stuk wat nu voor ligt. Want de soort analyse die ook gevoerd is, het is al aangegeven door de heer Kamphuis vanavond, die beantwoordt niet de vraag wat nu juist de kracht is van Dalfsen. Dat was de unique selling point. En als ik met collega's in Zwolle spreek, die in Zwolle wonen, die in het Dalfsen komen winkelen, dan spreken ze allemaal over het feit dat je met de auto zo dicht bij de winkels zou komen en je niet heel ver hoeft te sjouwen met je kratten en boodschappen. Of andere winkels. En dat nog een keer gratis is, nou, dat houden we mij betreft er sowieso in. Die kunnen we vast afvinken. Maar dat onderdeel wordt nu niet echt meegenomen als input. Dus de kracht van het winkelcentrum. En er wordt nu gesproken over concentratie van parkeergebieden, wat misschien wel dat unique selling point wat afbreuk aan doet. Dat zou erg jammer zijn. Over duurzaamheid, er worden drie P's genoemd, er wordt iets anders weergegeven, maar de ruimte bijvoorbeeld voor Planet. Maar energie wordt daar volledig in gemist. Dus ik zou ook in de uitwerking, als we dat ding dit vanavond gaan vaststellen, of over twee weken, energie als een energievisie, er wordt toch veel energie verbruikt in dat ook hetzelfde gebied, willen integreren. Dan hebben we het echt over duurzaamheid. Het wordt ook in dezelfde soort analyse als een kans gezien. Dus het is ook niet uit de lucht komen vallen, het wordt ook gewoon door de onderzoekers of de opstellers van het rapport ook wel benoemd, alleen blijkbaar vergeten om er wat invulling aan te geven. Bij het plaatje, wat dan toch op scenario 42, op pagina 42 is genoemd, het nieuwe scenario. Het kan indicatief zijn, maar het wordt ook beschreven. En daarmee wekt het toch wel de suggestie op dat het er wat meer over nagedacht is dan een aantal schetsen op papier gezet. Het strandje wordt gewoon letterlijk benoemd. Rare plek, voor het gevoel. Daar hebben we echt wel wat vragen bij. Over hoe het parkeer moet worden vormgegeven, verkeer moet worden vormgegeven, parkeren. Wat we nu voor de Jumbo hebben bijvoorbeeld, dat is volledig weggehaald, lijkt het wel. De fietsenstalling die op plekken staan waar we eigenlijk onderbouwing bij missen. We missen eigenlijk de onderbouwing van het hele stuk. Inclusief, de Nijkamp van de ChristenUnie noemde het ook al, het herstellen van oude wegen en de reden waarom. Het puur herstellen van een weg omdat hij te vroeger lag, is nog niet zo'n sterk argument. Er moet een visie achter liggen over hoe je met je verkeer omgaat in het centrum. Want het moet dan een functie hebben, een toegevoegde waarde hebben. En als je entree, waar juist de verbinding tussen het waterfront en de Prinsenstraat en alles wat achter ligt, nog een keer extra complex maakt door daar nog een weg aan toe te voegen, dan kom je misschien wel eens afbreuk doen aan de eenheid die we willen creëren. Daar hoort dus een visie achter, daar hoort een stevige onderbouwing bij. Nou, dat kan zijn dat de uitwerking nog komt, maar dat is toch de vraag van waarom is hier een visie dan wel opgenoemd of opgenomen. En wat ons betreft, voorzitter, ook de visie op vergrijzing. Hij staat in de detail van structuurvisie klaarblijkelijk. Nou, de volgende week kijken we daar naar en spreken we erover. In de uitwerking voor de zomervakantie ergens, zal het wat ons betreft ook een uitdrukkelijke plek moeten krijgen. Dus het is nu een beetje een visie vaststellen, maar eigenlijk ook weer niet. Het is meer een richting van een visie vaststellen en misschien nog wel de voorbode daarvan. En dat is me goed ook, voorzitter, want anders gezegd, concluderen voor mijn fractie. Het plan voorziet er wel in, zoals nu opgesteld is door het Oversticht, om er echt een mooi gebied van te maken. Daar twijfelen we niet aan. De samentrekking van twee scenario's, daar staan we ook wel achter. Maar we hebben wel twijfels bij de vraag of dit plan nu wel voldoende is om het gebied
bruisend en ondernemend te behouden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, we zijn blij dat de visie er ligt en willen ook onze dank uitspreken voor deze visie. Het is een ontwikkelingsscenario, zoals de wethouder ook al aangaf, dus hij kan nog steeds worden ingevoegd, dus dat stemt ons tot tevredenheid. De weg van het stuk ernaartoe is volgens ons goed geweest. De inspiratie van typisch Dalsen was bijzonder goed, vond ik. De inspiratie ook van Dalsblauw, evenals de vorige van typisch Dalsen, een gouden greep geweest. De ondernemerssessie die heeft nog iets te wensen overgelaten, maar ik heb gehoord duidelijk van de wethouder dat dit nog een tweede poging krijgt om een herstel. En ja, hier volgt dus eigenlijk een goede burgerparticipatie uit met de tegelwijsheden met de analyse van een Dals DNA. En ja, die was ontzettend goed weergegeven. Ik herkende de sessie aan de overkant of in de overkant eigenlijk als mijn bloedzak en dat voelde goed. Dat is ook het geluid van vele Dalsenaren, alleen jammer dat er zo weinig mensen waren. Want het was gewoon een goede sessie. Ik zou, als ik college was, maar dat weet ik niet, vaker gebruik maken van deze participatievorm om het DNA te onderzoeken. Dus ik vond het een goede spanningzoeker. Het was aantrekkelijk voor de inwoners. Mensen voelden zich gehoord. En dat café dat heeft super gewerkt wat ons betreft. Ook vakantiegangers waren zelfs aanwezig. Dus die voelden zich ook nog betrokken bij Dalsen. Gelukkig maar. Verder hopen we als gemeentebelangen dat de ondergrond, zeg maar het straatbeeld en de stoep en de riolering sterk verbeterd wordt. Nou, dat heb ik al aangegeven in een vragenronde, daar is ook al op geantwoord. Er volgen nog diverse gesprekken met diverse partijen. Nou, en we hopen dat u de kansen probeert om te zetten, of de bedreigingen probeert om te zetten in kansen. Want we moeten er jaren mee vooruit. Nou, dat is ook al meerdere keren aangegeven. Het dorpshart van Dalsen is continu in beweging, een wendbaar proces met een wendbare visie. En daarom moeten we vlot kunnen inspelen op nieuwe inzichten en de kwaliteiten moeten versterken. Het winkelbestand is in de laatste jaren mooi en divers versterkt. Zowel in de horeca als ook in de gewone ondernemers, de winkels, de kleine winkeltjes. Aantrekkelijk voor de inwoners en ja, Dalsen heeft nu zelfs een theater. Wie had dat een paar jaar eerder van kunnen dromen. Laten we zorgen voor het behoud van alles goede. Leegstand is verpaupering. En ja, zoals de andere wethouder die vanavond niet aanwezig is altijd zegt, ik hoop niet in de vreemde wat Dalsen nu biedt, want we moeten wel blijven komen kopen bij onze middenstand. Anders is het gewoon gebeurd en is er geen levensvatbaarheid voor deze kleine ondernemers. Het gratis parkeren is eveneens wat ons betreft altijd een must geweest, dus die blijft er gelukkig in. Dan de toegankelijkheid voor minder valide mensen. Deze moet goed worden meegenomen in het hele proces. Dit wordt vaak het sluitstuk en dan zeggen ze, oh ja, er moet nog even aan gedacht worden. Graag volop aandacht voor deze doelgroep. Voorzitter, we zien deze visie in juni terug in de Raad en dan hoop ik dat u de vele kansen hebt benut en dat u ze en de tips die we u aangereikt hebben. Het gecombineerde scenario van twee scenario's is eigenlijk feitelijk de derde scenario geworden. Nou, daar kunnen we ons helemaal in vinden. Succes met het vervolg en we zien graag het stuk gasvrij met veel kansen tegemoet terug. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst twee punten waar we heel positief over zijn. Dat is het proces wat gelopen is, met name om de burgers te betrekken bij deze visieontwikkeling. Een mooi voorbeeld van participatie, dus laten we daar de leereffecten waar net naar gevraagd werd maar benutten. En twee, we zijn ook wel erg blij dat we deze tussenstap hebben ingelast om er met elkaar over te spreken. Want zoals de wethouder net al aangaf, het gaat hier over streefbeelden. Maar de grote vraag die ons dan wel bezighoudt is van, wat is dan nou een streefbeeld? Wat zetten we hier nou vast? Ik wil graag een achttal punten benoemen. En met een voorlopige conclusie eindigen. Het eerste punt gaat over verkeer. Een van de belangrijkste elementen voor het ontwikkelen van een centrumvisie is dat je helderheid hebt over de verkeersstromen. En die verkeersstromen, daarover is tot nu toe onvoldoende helderheid wat ons betreft. Er zijn nog allerlei vraagstukken, die zijn net al op tafel geweest. De positie van de brug misschien, maar in ieder geval het verkeer bij de brug op die hoek, dat is gewoon
een redelijk dramatische situatie. Als het gaat over parkeren is er ook erg veel onduidelijkheid. Ik bedoel, er zijn wel wat ideeën, maar ik kan er nog een paar ideeën toevoegen. Maar daar zul je dus wel duidelijkheid in moeten hebben. Dat is een van de ruggengraten, zou je kunnen zeggen, om überhaupt tot een centrumvisie te komen. En die mist toch wel. Tweede is, als het gaat over de twee scenario's die wat in de extreme zijn geformuleerd, dan snappen we zeker dat het college zegt van nou, laten we naar een soort mix van beide gaan. Dalfsen is niet zo extreem, we zoeken altijd een soort goed optimum, hè, ergens in het midden. En dat is ook prima. Toch zit daar wel een breuk in met het beleid van de afgelopen jaren. Want het beleid van de afgelopen jaren is heel nadrukkelijk geweest, en je ziet dat heel keurig terug aan de zuidkant van het dorp, nogal een verdichting. Kijk naar het waterfront, dat is nadrukkelijk een verdichting. Kijk naar de locatie Welkoop, nadrukkelijk een verdichting. En we hebben heel bewust gekozen met elkaar om aan de zijkant, de Bellingen weer en de andere kant op naar het westen, om daar twee groene longen neer te zetten. En dan is het toch misschien wel wat vreemd om dan uit te komen met het idee dat we de groene zones het centrum intrekken. Of in laten groeien. Is dat wel een logische keus? Wij zien dat eerder een soort trendbreuk dan dat het een logische keus is. Dat wil overigens niet zeggen dat we tegen groene elementen in het centrum zijn. Integendeel, want u kent onze partij al dat we over het algemeen erg voorzichtig zijn met verdichting. Maar als er nou één locatie is in onze gemeente waarbij je zegt van nou, ergens zul je nog wel wat verdichting kunnen toestaan, dan is dat nou net het centrum. Met behoud overigens verder ook van groene locaties. Derde onderwerp wat we gemist hebben is veiligheid. Veiligheid, dat gaat niet alleen over de inrichting van de Prinsenstraat en de Wilhelminastraat met die mooie geul in het midden die nogal wat gevaar oplevert, maar ook het fietsverkeer. Over de hoofdas. En ik refereer dan maar even aan de situaties dat toch in dit geval bij de Jumbo. De niet vermoedende winkelend publiek wat daar naar buiten loopt en wat dan vervolgens pardoes tegen een fietser aanknalt. Of andersom. Dus dat zijn wel wat linker situaties waar we wel graag aandacht voor vragen. Een vierde punt. In de visie staat dat we een seizoensgebonden indeling van het dorp krijgen. Althans, daar moeten we dan rekening mee houden. Het verbaast ons ten zeerste dat we de winter niet willen benutten om zeg maar ook aan de Vecht te recreëren. Daar waar we een theater en allerlei voorzieningen gaan neerzetten, zeggen we in één keer van nee, in de winter gaan we naar beschutte plaatsen in het midden. We vinden dat toch vreemd. Wij denken dat die hele winkelas ook met zijn uiterste benut zou kunnen worden voor alle seizoenen. En nadrukkelijk een onderwerp wat in die visie staat. Dan vier hotspots die we graag even willen duiden. De noordelijke kant, en dan bedoelen we het gebied bij Lidl, Jumbo, Aldi. Die worden in één keer erg groen voorzien, als een soort overgang naar Bellingenweer. Maar wat wij daar toch volstrekt missen, is een goede benutting van de vrijkomende locaties van in ieder geval twee sporthallen. Maar misschien ook met nog een paar woningen erbij, zou je dat hele gebied een compleet nieuwe ontwikkeling kunnen laten zien. Dat komen we niet tegen, die gedachten komen we zelfs niet eens tegen. En in het plaatje komen we hem ook niet tegen. Dat verbaast ons wel een beetje. We denken dat dat toch een gemiste kans is. De invulling van het kerkplein met groen en kunst kan op zich een leuk element zijn. Maar is dat nou het bruisende hart waarvoor gepleit is? Het wil nog niet helemaal bij ons landen dat dit dan de oplossing zou zijn. Dan de zuidkant, ik heb het al even genoemd, de Julianastraat. Als je die zou willen doortrekken naar de brug, dan is dat echt een hele zware impact die je daar gaat neerleggen. De vraag is of dat nou bedoeld is. Of is er bedoeld dat we historische elementen waar mogelijk willen versterken of herstellen. Maar dat staat weer nergens. Dus we zitten gewoon echt te zoeken van wat is nou dat sfeerbeeld. En de laatste is dan de brug. Als de wethouder zegt van dat we over 1 à 2 maanden van het waterschap daar ook een rapport over krijgen, dan zouden wij op voorhand willen pleiten om daar in ieder geval goed rekening mee te houden. En dan zijn er meerdere scenario's. Je doet niks, je verlegt de brug of je past de brug aan op een manier zodat het ook in ieder geval fatsoenlijk binnenkomen is in het dorp.
En om het strandje niet te laten verworden tot alleen een duikplank van de kade, komen wij dan nu toch maar met ons voorstel om het mee te nemen, om te overwegen. Namelijk om in dit geval de Vecht 15 meter naar het zuiden te verleggen. Die ruimte is er namelijk prima. De brug zelf heeft nog twee onderdoorgangen waar nu de koeien grazen. Nou, niet op dit moment, maar normaal in de zomer is dat zo. Hè. Daar kun je echt nog een meter of 20 opschuiven. Als je dat nou eens combineert met een heel waterveiligheidsplan rondom Dalfsen, dan ontstaat er in één keer een strook van 10, 15 meter naast de kade. Hoe dat verder ingevuld moet worden, weet ik niet. Maar alleen al de gedachte om daar eens naar te kijken, dat biedt misschien weer allerlei perspectieven om dan ook een groene verbinding richting Bellingeweer mogelijk te maken. Want dat was natuurlijk ook een wens. Er zijn wel wat gedachten waarvan we denken van nou, neem die nou mee in zo'n ontwikkeling van de visie. Er zijn echt nog wel meer opmerkingen te maken en die zijn vooral ingegeven toch door dat kaartje, want die vragen hebben we niet voor niks gesteld. Want je ziet er allerlei elementen in staan waarvan je denkt van, wat wordt hier nou toch in vredesnaam mee bedoeld? En de tekst geeft geen uitsluitsel. En dat brengt me bij de conclusie dat we weliswaar een rijke opbrengst hebben van de hele inventarisatieronde en participatieronde, chapeau daarvoor, maar dat we de vertaling op een goede manier en op een integrale manier en misschien ook op een professionele manier, dat we die nog niet hebben kunnen terugvinden. En let op, zo'n kaartje, als je die nu vaststelt, gaat die meer leidend zijn dan dat ons nu lief is en straks lief is. Dus in die zin, wij pleiten voor het ontwikkelen van een aantal streefbeelden of wensbeelden. Op in ieder geval de vier locaties zoals we ze net genoemd hebben. Maar daar kun je misschien nog wel een paar aan toevoegen. Maar zoals het nu voor ligt, vinden wij het geen goed startpunt voor besluitvorming. Maar we zijn wel blij met het tussenresultaat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Ik kijk nog even naar rechts. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Volgens ons is het plan wat voor ligt, het proces om daar te komen, is op zich is dat goed gegaan. We zien wel een aantal punten die absoluut verbetering behoeven. We horen ook van de wethouder terug dat hij daar in maart voor gaat zorgen dat dat verbeterd gaat worden. Nou, dat is, wat ons betreft is dat prima en is dat ook goed. Als wij kijken naar wat is nou de kracht van Dalfsen, hebben wij wel het idee. En dat te maken heeft met dat het gemakkelijk is om te parkeren hier in Dalfsen. Dat is voor iedereen is dat gemakkelijk om te doen. Je kunt even snel naar de supermarkt je boodschappen doen en je kunt nog even bij de kledingwinkel naar binnen om ook nog even wat aan kleren te kopen bijvoorbeeld. Dat maakt het wat eenvoudiger om hier boodschappen te doen. En volgens mij zit daar echt wel de kracht in van Dalfsen. Als je op dat moment gaat kijken naar een autovrij centrum bijvoorbeeld, dat is iets waar wij geen voorstander van zijn en ook geen voorstander voor zullen zijn. Je kunt zeker wel werken aan autoluw centrum, maar je zit toch altijd met bevoorrading. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met de bewoners? Hoe komen die straks, hoe kunnen die parkeren? En hoe kunnen die bij hun eigen huis komen? Ik denk dat het belangrijk is om antwoord te krijgen op de vraag van waarom doen we het dan zo goed in Dalfsen. Dat onderzoek dat bevelen we van harte aan om daar antwoord op te krijgen op die vragen. Want de kans bestaat dat je anders potentiële klanten, dat die consumenten, dat die wegtrekken naar bijvoorbeeld Zwolle. Dat is iets wat je niet moet willen. De SWOT-analyse is voor ons op dit moment nog niet af. Het kenmerk van de SWOT-analyse is dat je zwakke punten gaat elimineren en met de sterke punten die je hebt. En de bedreigingen elimineer je zoveel mogelijk met de kansen die je hebt. Dat zien we nog niet echt naar voren komen. En daardoor zie je ook een SWOT-analyse ontstaan met een aantal losse kreten. We verzoeken dan ook het college om deze verbinding alsnog te maken. Ja, ik denk dat voor de rest zijn wij wel voorstander van het voorgestelde scenario 3 om daarmee aan de slag te gaan. En ja, we wensen het college dan alle succes toe daarin. Dank. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Ik heb zelf al complimenten gemaakt over het inspraakproces.
ChristenUnie en Partij van de Arbeid hebben over verkeersstromen verstandige dingen gezegd. Die ga ik niet herhalen. Daar zult u allemaal denk ik wel blij mee zijn dat ik dat allemaal niet herhaal. En ik vind ook dat de ChristenUnie een hele bijzonder goede bijdrage heeft geleverd op andere punten. Ik ben blij dat ze nu ook voor recreatie aan de Vecht een lans breken. Ik wil als D66 op de eerste plaats vragen aan het college om aandacht te schenken aan de ontmoetingsplaats voor jongeren in het centrum. Wethouder heeft gezegd dat hij daar niet bang voor is. Als je kijkt naar de voorkeuren en de enquêtes, dan zijn zeer grote meerderheid van de mensen vindt dat die er moet komen. En wij vinden dat niet moet wachten totdat deze visie helemaal is uitgewerkt. Laten we gewoon zorgen dat die voor de zomer er is en dat die in maart of april wordt gerealiseerd in samenwerking met de betrokken ondernemers en de jongeren. Dan hoeven we daar niet nog een keer over te praten wanneer weer een seizoen voorbij is. Verder. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden. We zijn het eens met de opzet om die twee scenario's te verbinden. En ik wil daar een aantal punten meegeven. We vinden het prima om de bellingen weer meer bij het centrum te betrekken. En ook in die zin dat meer groen altijd doen. We suggereren om elk van de drie hoofdgebieden, die ook genoemd worden in de stukken, het plein bij de Jumbo, het kerkplein en het waterfront, een eigen identiteit te geven. Van een eigen soort focus. En daarbij de verbinding te leggen in de uitwerking van de centrumvisie, het accent te leggen op de verbinding tussen drie gebieden, namelijk de versterking van de straten daartussen. Dat is in heel veel steden en dorpen ook een punt. De verbindingsstraten met winkels en niet zozeer de supermarkten en de winkels die daar in een plein vlakbij liggen. Verder heeft de heer Raamaker al iets gezegd van behoud het goede. En de wethouder die zei je moet zorgvuldig omgaan met wat goed is. Ik wil daar gewoon bij aansluiten met een opmerking van Cote & Bie. We willen het niet onherstelbaar verbeteren. Dus mijn suggestie is, wees voorzichtig met ingrijpen in het in mijn ogen karakteristieke kerkplein. Laten we heel goed oppassen wat we daar doen. Dus ik ben het eens met het scenario. Samenvattend oordeel, zet het goede werk voort bij de uitwerking. En met mooie plaatjes kun je niet eten, maar dat wist u al. Dank u wel, meneer Rooijakkers, voor het mooie citaat. Wilt u nog reageren, meneer Van Leeuwen? Alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Ja, daar heb ik even behoefte toe. Niet naar iedereen. Maar wat ik in elk geval de heer Uitslag wil toegeven, is dat, en hij refereert daar naar het plaatje op bladzijde 42... dat het herstellen van een oude weg die niet onderbouwd is, nooit een doel kan zijn. Dat ben ik volstrekt met u eens. En een strandje bij de kade, ja, dat is een vraagteken. Ik ben de heer Nijkamp bijzonder dankbaar voor de oplossing in deze. Ik vind het een hele leuke gedachte die ik zeker in mijn achterhoofd hou mocht het waterschap voor besprekingen komen. Want het valt niet uit te sluiten dat hier wat moet gaan gebeuren. En dan is dit een zeer creatieve gedachte. Hartelijk dank voor alles wat u mee hebt gegeven. Ik heb driftig zitten meeschrijven. Gelukkig hebben we altijd het bandje nog, dus we kunnen het altijd nog weer terugluisteren. En we gaan ons uiterste best doen om datgene wat u ons meegegeven heeft, om dat ook te gaan verwerken in het definitieve voorstel. Nogmaals, dit was bedoeld om een discussie los te krijgen. Nou, volgens mij is dat meer dan uitstekend gelukt. Want we zijn er flink over bezig, ook terecht. Dat is een belangrijk onderwerp. En ik wil mijn dank uitspreken voor alles wat u meegegeven heeft. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. En dan wil ik mee samenvatten dat de raadscommissie dus positief heeft gereageerd. En dan positief bedoel ik heel positief over het hele proces zoals de burgerparticipatie heeft gelopen. Het is een tussentijds besluitmoment, zo hebben we u aangegeven en geeft ook de wethouder net weer. Er zijn leerpunten en er zijn kritische noten
opgemerkt. En er is input gegeven om op te pakken, mee te nemen in de verdere uitwerking. U heeft één toezegging gedaan die ik genoteerd heb, dat de schriftelijke informatie over de kosten van het participatietraject Delfts-Blauw naar ons toe komt als commissie. En om over de jongerenontmoetingsplekken, daar is een toezegging al van wethouder Van Mattels om daar voor de zomer, maar dat weet ik niet zeker, met een voorstel voor te komen. Dus dat is in ieder geval al afgesproken in een eerder traject. En hiermee concludeer ik, en daar wil ik even kijken naar meneer Nijkamp van de ChristenUnie. Wilt u een stemverklaring afgeven volgende vergadering in de raad? Of zeg, want de rest van de raadsfracties heeft aangegeven in te kunnen stemmen met het voorgestelde scenario 3, waarvan 1 plus 2 de optelling is, zeg maar even, of de optelling van. Als ik de wethouder goed heb beluisterd, komt er voor de raadsvergadering nog een gewijzigd voorstel. Of heb ik dat niet goed begrepen? De wethouder niet horen zeggen, maar misschien dat hij zelf even kan reageren. Nee, heb ik niet gezegd en dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij zouden heel graag de opdracht krijgen om de combinatiescenario's verder uit te gaan werken. Op de wijze zoals we hier vanavond er met elkaar over gesproken hebben. En waarbij ik zeg, we hebben ontzettend veel adviezen meegekregen en wij gaan ons best doen om die te verwerken. Maar dat lukt me niet in 2 weken. U neemt ze mee in de definitieve centrumvisie die we vervolgens gaan vaststellen. Nou, dan nemen wij dat ook absoluut nog even mee terug naar de fractie. Omdat er toch echt een paar punten in zitten waarvan we denken van, wat stellen we hier in vredesnaam nu vast? Ik vind het wel lastig om dit te typeren als een helder stukje besluitvorming. Want wat wordt er dan meegenomen van de adviezen die hier zijn uitgebracht? En zolang dat niet helder is, ja, blijven wij bij onze voorlopige conclusie. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Van Leeuwen, wil hier nog iets op reageren? Ja, één opmerking, want ik hoorde de heer Nijkamp heel nadrukkelijk zeggen, stellen we dan dat plaatje op bladzijde 42 vast? Nee, u stelt niks vast. U geeft ons opdracht om het verder uit te werken. En dat plaatje stelt u dus niet vast. Waarvan akte? Het plaatje stellen we niet vast, maar we gaan de scenario's verder laten uitwerken door het college. En dat gaan we in een opdracht voor in de raadsvergadering besluiten. Ik stel voor dat we het als bespreekstuk op de raadsvergaderingagenda plaatsen. En hiermee wil ik dit agendapunt afronden. Ik stel voor om even te schorsen voor een kop koffie. We zijn eraan toe. Ik stel voor om de vergadering te hervatten. En dat gaan we doen met agenda punt 5. En daarover is vanavond ook al ingesproken door burgers. De varianten Jachtluster Allee. Meneer Van Leeuwen is weer portefeuillehouder. We krijgen in beeld wat agenda punt 5 inhoudt. Er wordt voorgesteld om kennis te nemen van het gehouden participatieproces. En de college het college de opdracht te geven om de 4 varianten verder uit te werken. Want het college heeft toegezegd dat er een voorstel zal komen om de aanpak van de jachtluster alleen in beeld te brengen. Dat voorstel ligt er nu. Er zijn tijdens een participatietraject verschillende varianten onderzocht. En er wordt voorgesteld om de 4 varianten die zijn overgebleven verder uit te werken. Zodat op een later moment een definitieve keuze kan worden gemaakt. Ik stel voor ook in 2 ronden te behandelen. Ambtelijke ondersteuning is aangeschoven, meneer Mosterman. Van harte welkom. En ik wil graag eerst uw vragen, voor zover ze er nog zijn, horen en daarna uw opinie. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben 2 vragen. Wat ons opvalt is dat enkele genodigden voor de bijeenkomsten niet aanwezig zijn geweest. Onder andere de Fietsersbond, de politie en Landschap Overijssel. Is daar een reden voor of hebben deze instanties op een andere manier hun inbreng gehad of gaan ze dat nog krijgen? En daarnaast hebben we in het schema van het besluitvormingsproces zien we een onderdeel uitwerkingen met daarin detailuitwerking, visualisatie en inloopbijeenkomst bij het einde van het schema. Maar echt zien we daar geen link naar ons als raad toe. Ik neem aan dat wij toch ook daar de uitwerking van krijgen voordat we besluiten kunnen nemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie.
Eén vraag, voorzitter. Dat gaat over het proces. Ik had er al iets over gezegd. De heer Royax had het volgens mij ook al even genoemd. Is het proces voor iedereen helder geweest? Dat het, zeg maar, al die voorstellen, alles wat de revue passeerde, uiteindelijk is ingedikt en dat er vier varianten voorliggen die alle vier onderzocht gaan worden. Dus dat we een vervolgstap gaan zetten. Misschien kan de wethouder daar nog iets over zeggen. Dank u wel. Meneer Veldhuis, VVD. Een hele korte vraag. Een aanvulling op de vraag van gemeentebelangen. Missen wij nog de bewoners van de Westerbouwlanden? Die zijn niet hierbij betrokken geweest. Is dat bewust gedaan of is dat met een andere reden niet gebeurd? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. De gemeente Dalfsen heeft plannen om de Jachtlusterallee iets te verbreden. Volgens wethouder Ruud van Leeuwen zullen daar enkele bomen van moeten worden verwijderd. Al dus wethouder van Leeuwen in de Marskramer van 1 juli jongstleden. Dan zou mijn eerste vraag nu kunnen zijn, wat is de definitie van enkele? En wat heeft nou gemaakt dat er een zo andere conclusie ligt dan wat daar toen in de krant verscheen? En een tweede vraag, en dat is wat mij betreft de hamvraag. Wat is hier eigenlijk het probleem? Want u schrijft in het voorstel, een grootscheepse herinrichting van de weg omwille van objectieve veiligheid is niet noodzakelijk. Staat letterlijk in het voorstel. Maar het is wel wat u voorstelt. Dus mijn vraag is, wat maakt nu dat het zo anders is dan we aanvankelijk dachten en eigenlijk ook anders is dan u zelf schrijft? Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben één vraag en dat is de volgende. Dat is ook een procesmatige vraag, maar dat is welke criteria gebruikt worden als varianten verder worden uitgewerkt om die te toetsen. Dank u. Dank u wel. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik lees in de stukken dat er nog een budget door de Raad speciaal voor dit project vastgesteld moet worden. Met andere woorden, dat de realisatie niet uit het onderhoudsbudget zal gebeuren. En daar heb ik drie vragen over. Waarom is er dan door de gemeente gesteld in de inspraaktrajecten dat er een beperkt budget beschikbaar is en dat er geen grondaankopen voor de plannen zullen plaatsvinden? En verder, wat is de reden van een dergelijke beperking? Ik herinner me niet dat de Raad zich eerder zo heeft uitgesproken of dat het college de Raad zo heeft geïnformeerd. En de derde, is dat de reden dat de zogenaamde structuurvariant niet wordt beschouwd? Die beperking van het budget. Dan zouden het misschien 5 zijn. Dan horen we van ondernemers, en daar hebben we eerder op de avond ook een voorbeeld van gezien, dat de gebrekkige ontsluiting van industrieterrein De Grift een probleem is. En mijn vraag is, moet daar in de komende jaren niets structureels aan gebeuren? Want het is namelijk zo dat indien er een betere, respectievelijk een andere ontsluiting komt, naar bijvoorbeeld de N377, in overleg met de provincie bijvoorbeeld, dan kan dat consequenties hebben voor het gebruik van de Jachtlusterallee. En is het voor de toekomstvastheid van die plannen met de Jachtlusterallee niet beter om die plannen te maken in het kader van zo'n soort masterplan voor de ontsluiting van De Grift? En moet de zogenaamde structuurvariant dan niet worden toegevoegd? Want in de structuurvariant, als ik het goed heb gezien op het plaatje, alhoewel, ik heb gehoord aan plaatjes moet je niet te veel kijken, maar ja, als er verder niks bij zit, dat dan zo'n ontsluiting, alternatieve ontsluiting, een onderdeel zou kunnen zijn. Dus dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Royakkers. Zijn er nog meer vragen? Nee, dat waren ze. Meneer de wethouder. Er wordt gebladerd aan de overzijde. En nu het woord. Ja, naar aanleiding van een vraag wil ik even kijken of ik dat goed voor ogen heb. Oh ja, 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 ja. Ik zie het al. De heer Jutten, genodigde niet aanwezig geweest. Reden, één reden weet ik, dat is het Overijssels landschap. Die hebben andere prioriteit gesteld. Die hebben overigens vandaag via de mail laten weten dat ze in het vervolgtraject graag wel aangehaakt willen zijn. En van beide anderen is het mij niet bekend.
Terecht wijst u op het besluitvormingsproces. Jammer dat u dat nou weer ziet, want anders hadden we dat achter kunnen houden voor u. Maar nee, dat is een omissie. Die pijl die moet daar wel degelijk staan. Dus u zult ook gebruik kunnen maken van, deze achtergrondinformatie. De heer Nijburg van ChristenUnie die vraagt, is het proces voor iedereen helder geweest? Met andere woorden, dat er nu uiteindelijk 4 varianten, althans dat het voorstel is, want u besluit, dat er 4 varianten uitgewerkt gaan worden. Ik ben heel bewust niet bij de allereerste bijeenkomst geweest. En dat is een keuze geweest om te laten zien dat we er volkomen open in zijn gegaan, dus dat wij niet als college of als gemeente al van tevoren wisten van we willen het zus of we willen het zo. Die avond is door de ambtelijke organisatie geregeld. Nou, ik heb ook gehoord dat er is iedere keer terugkoppeling van geweest, zowel vanuit de organisatie als van participanten. Bij avond 2 en 3 ben ik wel aanwezig geweest en mijn beleving bij de derde avond was dat het voor de mensen helder was, dat er keuzes gemaakt moesten worden. Dat degene waar nou de meeste voorkeurstemmen opkwamen, dat die voorgedragen zouden gaan worden om nader uitgewerkt te worden. Maar goed, nogmaals, dat is mijn beleving. De VVD vraagt bewoners Westerbouwlanden niet uitgenodigd. Nee, die hebben we niet uitgenodigd, want die zijn op hele grote afstand. En wij waren van oordeel dat dat niet direct de belanghebbenden zijn. De belanghebbenden waren in onze ogen de aanwonenden. En degene die hier al heel lang mee bezig zijn geweest, namelijk plaatselijk belang Nieuw-Leuzen en de industrieclub Nieuw-Leuzen. Die hebben zich al jaren hard gemaakt hiervoor. Want het is ook, om dat even naar de Partij van de Arbeid dan toe gelijk maar mee te nemen. Wat is het probleem? Het probleem is niet de veiligheid. Nee, dat klopt. Maar al bijna 20 jaar wordt er vanuit Nieuw-Leuzen aangegeven dat zij een betere doorstroming willen op die Jachtlusterallee. En dat is het probleem. Daarnaast speelt het probleem dat met name het laatste stuk, en dan praat ik even vanaf de rotonde Beatrixlaan naar Noord toe, in een dermate slechte conditie is dat daar niet langer gewacht kan worden om die weg aan te pakken en te reconstrueren. Dus die twee samen leiden tot dit plan. U citeert uit de Marskramer, prima, dat was in een periode waarin we nog geen idee hadden. Ik heb net ook geschetst, wij zijn er bewust blanco het proces ingegaan. En uit de avonden is uiteindelijk naar voren gekomen dat er een, die varianten liggen voor, een 60 kilometer variant en een 80 kilometer variant uit naar voren komen. Die de meeste, die het grootste draagvlak hebben gekregen. En daar zijn deze consequenties aan verbonden. U moet me niet kwalijk nemen dat ik dat in juli nog niet heb voorzien. De heer Koetsier, welke criteria worden gebruikt om de varianten te toetsen? Misschien dat de heer Mosterman daar zometeen even op zou mogen reageren. De D66, geen grond aankopen. Ons inziens is het totale taluut breed genoeg en in ons eigendom om dit te realiseren. En dan heb je dus geen grond aankopen nodig. En u kunt ook niet ontkennen dat er voldoende ruimte is tussen de weg en het vrijliggende fietspad om dit te realiseren. Als wij de andere kant op zouden schuiven, dan moeten we inderdaad grond aankopen gaan doen. Dat ben ik met u eens. Maar waarom zou je jezelf op kosten jagen als je al eigenaar bent van een voldoende breed stuk? Is dat de reden van de beperking? Nee, dat is het dus niet. Is dat de reden dat de structuurvariant niet wordt uitgewerkt? Nee, dat is ook niet de reden dat die niet wordt uitgewerkt. Wij hebben die structuurvariant hier binnen bekeken en wij zien die niet als realistisch. De gebrekkige aansluiting, dat is in de beleving van de ondernemers. En die zijn daar ook zelf
voor zover mij bekend, bezig met een werkgroep om te kijken naar een andere modus voor de ontsluiting. De verkeerscirculatieplannen en de verkeersintensiteiten laten zien dat daar nog groei mogelijk is. Ik was gewend dat ik veel meer vragen had, voorzitter, maar dit was het, sorry. Waar meneer Mosterman het woord krijgt. Ja, de vraag nog over de criteria van de varianten te toetsen. Wij zijn sowieso van plan om dat natuurlijk met de kosten, dat we die meenemen. Om daar een goed beeld van te hebben. Het verschil tussen de kosten daarvan, van tussen de varianten. Daarnaast, qua criteria, is ook de veiligheid, de passeerbaarheid, het landschappelijk beeld. Dat soort termen, daar zitten we aan te denken, om dat mee te nemen. Dank u wel voor deze aanvulling. Meneer Rooijakkers wil graag reageren. Ja, ik ben nog niet zo erg tevreden, voorzitter, met de beantwoording. Ik vind dat de wethouder zich wel erg gemakkelijk van afgemaakt. Door bijvoorbeeld te zeggen dat bij bepaalde varianten grondaankopen niet nodig zijn, wil niet zeggen dat je niet verstandig zou zijn om andere varianten te bekijken. En als je dan helemaal vroeg in het stadium al zo'n variant afkapt door te zeggen, het mag niet bekeken worden met mogelijkheden van grondaankopen, dan span je gewoon paard achter de wagen en dan klopt die uitleg niet. Dan hetzelfde met, u zegt van de structuurvariant, is als niet realistisch beschouwd. Dat vind ik ook wel een hele eenvoudige uitspraak, want dan wil ik wel even graag weten waarom niet. En waarom dat de ondernemers het niet goed zouden zien dat ze gebrekkige aansluiting hebben, dat is ook zo'n uitspraak van u. Dat wil ik dan wel ook wel graag een keer van de ondernemers horen. En ik blijf bij mijn punt, en daar is gewoon geen antwoord op gekomen, mijn vragen 4 en 5 van de toekomstvastheid van die plannen. Als je nu al zegt dat je verder helemaal nooit meer in de toekomst wat nodig hebt bij de grift, ik zie graag een masterplan voor de wat verdere toekomst en daarna bekijken van hoe past daar een gereconstrueerde, al dan niet gereconstrueerde, want ik hou ook nog de mogelijkheid open dat hij heel veilig is en dat hij misschien gewoon 60 kilometer moet worden. Hoe past een al dan niet geconstrueerde laan daarin, de Jachtlustrallee? Maar de volgorde is volgens mij hartstikke verkeerd. Tenzij u zegt, en dan denk ik, dan moet u daar maar politiek voor verantwoordelijk zijn over de komende 20 jaar, van het is niet nodig om in de toekomst wat te doen aan die ontsluiting. Want dan kun je het geïsoleerd beschouwen. Maar als je in de toekomst iets moet doen aan die ontsluiting, laten we dan nu alvast over nadenken. Dat is mijn punt en daar heeft de wethouder eigenlijk geen antwoord op gegeven. Meneer de wethouder, graag uw antwoord daarop. Ik ga geen uitspraak doen over wat er over 20 jaar op die plek noodzakelijk, al dan niet noodzakelijk zou zijn, voorzitter. Op dit moment laten nogmaals de verkeersstellingen en de verkeerssimulaties zien dat er een voldoende ontsluiting is voor de komende pakweg 5 à 10 jaar. Dat betekent dat we met een probleem zitten van een weg die in uitermate slechte conditie is en die aangepakt moet worden. En daarop hebben we gecombineerd een lang gekoesterde wens vanuit Nieuw-Leuzen om die weg te verbeteren, te verbreden en op die manier de passeerbaarheid, de toegankelijkheid aanzienlijk op te waarderen. En dat is de achtergrond. Als u zegt van u moet die speciale variant, die structuurvariant gaan onderzoeken, dan gaan we dat onderzoeken. Alleen dan komt u op onteigeningen te zitten die die fors gaan oplopen. Laat ik het maar zo zeggen. Want dat worden onteigeningen, daar gaan mensen niet vrijwillig aan meewerken. Dank u wel, meneer Leeuwen. Voorzitter. Nogmaals, wat wij willen als college is nu een snelle oplossing. Er is lang genoeg gewacht. En er is lang genoeg getraineerd. En als we dit soort onderzoeken gaan doen, dan zitten we over 10 jaar nog met dezelfde problematiek. Voorzitter, mag ik dan een iets ander, meneer Rooijakkers het woord geven. Een iets andere punt nog. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om nu in één keer lange termijnplannen te hebben. Die zou de gemeente natuurlijk al lang gehad moeten hebben voor de ontsluiting van het industrieterrein. Maar aan de andere kant,
heb ik toch nog weer geen antwoord gekregen op waarom dan zo'n blokkade leggen op ook grond aankopen, bijvoorbeeld aan de andere kant van de weg, als variant. Daar heb ik niks van gezien. We weten niet wat het kost, we weten niet hoe lang het gaat duren. En ik geloof toch dat we nu weer een beperkte visie ontwikkelen op hoe het moet in de toekomst. Meneer Rooijakkers, vraagt meneer Van Leeuwen toch om een antwoord. Voorzitter, ik zal het in één woord antwoorden, dat is zuinigheid. Niets meer en niets minder. We hebben die grond en we hoeven niet te kopen. Dat is het antwoord waar u het mee zult moeten doen. Ik snap dat er financiële afwegingen gemaakt worden, maar die moeten dan wel afgewogen worden. Want als je voor 100.000 euro meer bijvoorbeeld het woongenot van een heleboel mensen kunt verbeteren, dan is dat een afweging. En als je dat niet weet, dan kun je het niet afwegen. En u bent een beetje een struisvogel wat dat betreft en wel een hele zuinige. Waarbij u aangeeft dat u wilt proberen daarin een meerderheid misschien te krijgen. En daar zult u bij de andere raadsfractie bij moeten zijn. Want meneer Nijberg wil al reageren. Ja, ik wil reageren op het punt wat er eerder lag. Namelijk, ging het nou bij het aanpakken van die weg om de ontsluiting van de grift? Of ging het gewoon omdat er druk op die weg toeneemt, onderhoud gepleegd moest worden? Nou ja, en misschien ook iets aan de veiligheid gedaan moest worden, al was de weg in zichzelf niet onveilig. Ik heb meer de indruk dat dat de aanvliegroute was. Even vergeef me de woordspelingen van die baan, maar dat is niet de bedoeling. Maar zo heb ik er naar gekeken en dus niet als een ontsluiting naar de grift. Nou, dan kan ik niet anders concluderen dan dat u daar op een juiste manier naar heeft gekeken, meneer Nijburg. Meneer Wild van Partij van de Arbeid. Ja, het is misschien wat spijkers op laag water zoeken, maar ik doe het toch even. Want de wethouder zei van ja, u moet mij niet kwalijk nemen dat ik toen nog niet wist wat ik nu weet. Dat laatste geloof ik overigens wel direct. Maar hij heeft wel in de krant natuurlijk iets laten zetten dat het om enkele bomen ging, zonder dat hij wist welke kant het op ging. En dan is hij op zijn minst toch wat voorbarig geweest en heeft wellicht een aantal mensen op het verkeerde been gezet. En het feit dat er al 20 jaar over gesproken wordt, dat hoor ik hem ook zeggen, dat realiseer ik me ook wel. Dus geeft wel aan dat het niet echt iets nieuws was. Maar hij wist op dat moment kennelijk niet wat de consequentie zou kunnen zijn, maar zet het wel in de krant. Dus hem niets kwalijk nemen. Nou, ik zal het hem niet al te zwaar kwalijk nemen, maar dat is toch wel iets aan de voorbarige kant. Dank u wel, meneer Wildvank. Wil verder iemand nog reageren op de beantwoording in de eerste termijn? Dan wil ik graag horen uw opinie. Wie kan ik als eerste? Meneer Jutten, gemeentebelangen. Ja, laat ik me aftrappen dan. Voorzitter, we weten een goed voorbeeld van burgerparticipatie met een gefundeerde inbreng van alle betrokkenen. Blij dat er ook gebruik werd gemaakt van het inspreekrecht. Het is een goed opgezet proces waarbij wij zelf als raadsleden ook aanwezig zijn geweest en getuigen waren van een goede communicatie tussen de belanghebbenden en de ambtenaren die in onze ogen duidelijke informatie gaven en ook informatie goed ontvingen. Ook met een goede verslaglegging die we in de stukken gezien hebben. Hiermee kan de organisatie verder om de varianten verder uit te werken. Voorzitter, we hebben kennis genomen van het participatieproces, waar veel waardering voor is uitgesproken door de insprekers. We wensen het college en de afdeling succes met het uitwerken van de 4 varianten en de opmerkingen daarop. De samenvattingen daarvan zien we graag tegemoet om later in het proces een gefundeerd oordeel te geven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten, voor uw mooie woorden. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, ik wil aansluiten bij wat de heer Jutte al zegt ten aanzien van die inspraak. Ik ben ook een avond geweest, heb gezien hoe de ambtenaren dat deden en daar heb ik echt respect voor en zeer veel waardering. Vooral de manier waarop er niet werd gestuurd, heel goed werd geluisterd, alle opties werden afgewogen en in de volgende bijeenkomst weer men daarop terugkwam. Dus ik denk dat het proces wat dat betreft goed verlopen is. En dan uitgaande van de vraag die ik al had gesteld, ja, ging het nou om de ontsluiting van de grift? Ik dacht het niet. Zijn wij er wel van overtuigd dat de druk op die huidige weg toeneemt, dus dat er iets moet gebeuren. Dat die weg opgeknapt moet worden is duidelijk, maar veiligheid moet voorop staan. Daarna doorstroming. En doorstroming kan ook met 60 kilometer, want op dat kleine stukje maakt dat ook niet zoveel uit. Daar zouden we licht voor pleiten, maar in het hele verhaal met bomen erbij, het is goed om bomen te sparen. Maar dat doe je vooral voor karakteristieke lanen. Ja, wat ons betreft kunnen we door.
Je moet als politiek op een gegeven moment knoop doorhakken. En wij staan achter het verder uitzoeken van deze vier voorstellen zoals ze nu voorliggen. Juist ook omdat het proces, zoals we het hebben gezien, zo zorgvuldig en open is geweest. Dus wij gaan akkoord met het voorstel zoals het voorligt. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Koetsier, CDA. Dank u, voorzitter. Ook vanuit ons allereerst complimenten over het participatieproces. Ik heb zelf ook, net als de heer Nijburg, gezien dat het proces goed is gegaan en dat daar een open oor was voor de inbreng van de mensen die er waren. Dus hartstikke goed. Nou, voor wat betreft de inhoud wil ik twee punten naar voren brengen. Het eerste punt dat sluit aan bij wat net de heer Rooijakkers heeft gezegd over de integraliteit van benadering. Ook dat willen wij benadrukken. De samenhang met andere wegen daarin meenemen. Het is bijvoorbeeld ook opvallend dat Bakslaan veel meer verkeersbewegingen laat zien dan de Jachtluster Allee op dit moment. Maar een integrale benadering, inclusief de N-wegen, vinden wij ook absoluut een must bij de verdere uitwerking. En het tweede punt is formuleer heldere criteria. We willen er graag twee dingen daaraan meegeven om in die uitwerking mee te nemen. De eerste is de veiligheid, net al genoemd. Uitermate belangrijk. En de tweede is de toetsing van de weg aan het gebruik van dit moment. En daarbij zien we dat in de telling dat ruim 90% gewoon autoverkeer is. Wij kunnen dus ons ook voorstellen dat de 60 kilometer weg daarbij passend is. En ons idee daarbij is, we gaan daarmee praktisch om. En zie het GVVP als, niet alleen als een hard kader. Maar gaat er praktisch mee om. Nou, met die opmerkingen kunnen wij instemmen met de verdere uitwerking van de vier varianten. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wild van de Partij van de Arbeid. Ja, sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, om te beginnen ook complimenten voor het proces zoals het gelopen is. Ik denk dat het prima is gegaan. Nogmaals, over de uitkomsten kun je altijd blijven twisten natuurlijk, maar het proces is goed gelopen. Zoals het voorstel er nu ligt voor wat betreft de onderdelen binnen de bebouwde kom en de herinrichting van de rotonde rondom het kruispunt Zandspoor, daar zijn we het direct helemaal eens. Ons bezwaar richt zich vooral op dat deel buiten de bebouwde kom. Want daar zien we niet direct de noodzaak voor een grootschalige ingreep. Niet enkele, maar 200 tot 600 bomen gaan daar verdwijnen volgens dit voorstel. En waarom is eigenlijk niet helemaal goed aan te geven. Ja, er moet onderhoud worden gepleegd, maar dat rechtvaardigt nog niet direct deze radicale ingreep. En afgelopen week ben ik er nog eens even rustig overheen gereden, in de spits, in de vakantie, geef ik toe. En de weg kent toch op dat deel een vrijliggend fietspad langs verreweg het grootste deel en is breed genoeg om elkaar eenvoudig te kunnen passeren. Vergt wel onderhoud aan het wegdek, dat was ook mijn conclusie. En ja, er staan hier en daar een paar bomen wat dichter op de rijbaan, die moeten wellicht weg. Ik heb nog even een vergelijking gemaakt in mijn hoofd met de Rechterense Dijk, maar die gaat niet op, heb ik gemerkt. Dus echt, dat was echt iets heel anders. Ja, nee, ik ben u even voor. Dus met het wegnemen van enkele dichter op die rijbaan staande bomen in combinatie met het iets verbreden en sterk verbeteren van het wegdek, zou hier voldoende recht worden gedaan aan de verwachtingen. Oneens dus voor wat betreft het voorstel buiten de bebouwde kom. Daar zou een andere variant kunnen worden ontwikkeld. 60 kilometer, prima. 70 zou voor mij ook kunnen. Ik sluit me graag aan bij wat de heer Koetsier zei over niet al te hard, dat kader. En dan kan dat prima binnen de bestaande bomen rijden. Wellicht dan met uitzondering van die 20 à 30, die soms wat onregelmatig en net even iets dichter bij de weg staan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. De meeste dingen zijn al wel gezegd. Ik denk, als wij kijken naar de Jachtluster Allee, ik rijd er zelf elke dag in de spits. En ik ondervind daar niet overdreven moeilijke verkeerssituaties op het moment. Het idee van de rotonde bij de Zandspoor is overigens denk ik wel een goed idee. Zeker in de zomermaanden als daar mais staat, is dat een heel onoverzichtelijk punt
waar je, als je niet uitkijkt, omvergereden wordt of je rijdt iemand anders omver. En voor de rest ja, denk ik dat we zijn nieuwsgierig naar de verdere uitwerking. Dus wij wachten graag het voorstel straks af. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Roya. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij aan bij eerdere complimenten over het participatieproces. Dat is goed verlopen. Er werd ons inziens goed geluisterd naar participanten. Maar we hebben wel kritiek op de wijze waarop die mogelijk op het verkeerde been zijn gezet door beperkende financiële randvoorwaarden. En ons inziens te beperkende. Om te zeggen dat er helemaal geen grond aangekocht mag worden in het begin van zo'n eventueel brainstorm- en inspraakproces vinden wij te ver gaan en dat moet ons inziens worden teruggedraaid. Want er zijn misschien andere varianten waarin wellicht de structuur van de lanen en de bomen kan worden behouden. En om te voorkomen dat het een gevaarlijke racebaan wordt. Vlakke, er wordt al door de inspreker werd de landingsbaan genoemd. Nou, dat leidt er al toe dat er dan weer verkeersbelemmerende maatregelen genomen moeten worden als weer te hard gereden gaat worden. En het is een veilige weg op dit moment. Misschien is dat ook de reden dat de politie niet is komen opdagen, maar dan speculeer ik. Ik steun ook wat CDA heeft gezegd over integrale benadering, maar dat had u van mij al begrepen, dat ik het graag in het kader van een soort masterplan inclusief de N-wegen wilde zien. En ook heldere criteria natuurlijk, toetsing, veiligheid. En ik ben hard gegrepen, de heer Koetsier, de opmerking over het gemeentelijk verkeer en vervoersplan, wat niet als een keurslijf gezien moet worden, maar als een richtlijn. En ik zeg wel eens, nadenken is niet verboden. En een combinatie van ideeën geeft soms de beste oplossing. Dus ik wens jullie ook wijsheid toe daarbij om dat gemeentelijk verkeer en vervoersplan ook als richtlijn te zien en niet als een keurslijf. En ik hoop dat de wethouder bereid is om toch nog ietsje breder te kijken met een eventuele minder zuinige aanpak. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Kunt u op pad, meneer Van Leeuwen? Ja, we gaan de paden op en de lanen in, voorzitter. En gewapend en gesterkt met de adviezen van de commissie. Overigens, één opmerking wil ik me nog permitteren aan de heer Rooijakkers. Juist omdat het GVP niet als een keurslijf is gebruikt, staat hier ook een 60 variant. Waarvan akte, meneer Rooijakkers? Ja, mag. Ik vat samen en concludeer dat de voorgestelde variant verder uitgewerkt kunnen worden. Waarbij we, en ik heb volgens mij goed geluisterd, iedereen kan instemmen. En dat we daarmee als akkoordstuk naar de komen. Met u een stemverklaring? Ik wil dan wel een stemverklaring erbij afleggen als de rest allemaal gaat instemmen. Want ik stem er op deze manier niet mee in. Dat is fijn dat u mij corrigeert en aanvult. En datzelfde geldt voor meneer Wildfrank van de Partij van de Arbeid. Die geeft een stemverklaring, of heb ik begrepen. Ik stel voor als ook een stuk waarvan akte. En daarmee wens ik de wethouder en het ambtelijk apparaat veel succes en wijsheid. Allen, dat schiet op. We gaan naar procesnotitie, agenda punt 7. Invulling van de financiële ruimte. Niet geheel onbelangrijk. Ik geef even de ruimte om de bezoekers van plaats te verwisselen, dan wel het pand te verlaten. Meneer Schuurman blijft zitten. Ja, fijn dat u er bent. Allen. Ik vervolg agenda punt 7. Mevrouw Volkenik is aangeschoven, van harte welkom. Bij de behandeling van de begroting 2017 is er een toezegging gedaan dat de Raad een procesvoorstel zou ontvangen over de invulling van de financiële ruimte. Zodat we straks in maart een concreet uitgewerkt voorstel kan worden gedaan hoe de ruimte kan worden benut. Ik stel voor in twee ronden. Als er nog vragen zijn, kunt u ze nu stellen. En daarna hoor ik graag uw opinie. Mevrouw Ramermans, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. We hebben op 5 december een lijst gekregen met de punten die wij zelf hebben aangedragen vanuit het begrotingsdebat. In de notitie staat bij punt 3 inventarisatie van mogelijke onderwerpen, dat er ook vanuit het ambtelijk apparaat onderwerpen zijn toegevoegd. Ik zou wel fijn vinden om dat lijstje erbij te hebben om te kijken van ja, wat is nu het totale beeld aan punten wat aangedragen is. Duidelijke vraag. Dat waren de vragen. Nou. Ik hoor. Neem me niet kwalijk, meneer Kleine Koerkamp. Ik hoorde u wel, maar ik zag u niet. Ja, u zit helemaal in een zijvlak, hè? Ja, ja. De geschoonde lijst hadden wij ook een vraag over. Daarop inhakend was ik ook heel erg benieuwd of duurzaamheid ook op die lijst staat. En een derde vraag. Ik neem aan, en hoef ik alleen maar een ja of nee op te hebben, dat wij bij de vaststelling van de programmabegroting, dat we die inclusief de septembercirculaire gewoon hebben vastgesteld. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Eén vraag. Dat is bij het lijstje wat straks dan wordt gepresenteerd in maart. Wat zijn dan de criteria die het college heeft gehanteerd om tot een volgorde te komen? Want er zitten ook nog twee elementen in, door de raad ingediende voorstellen en door het college zelf toegevoegde voorstellen. Wat zijn de criteria die nu worden gehanteerd? Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Rooijakkers, D66. Eenvoudig. Er is een lijst om met een aantal punten het inhoudelijk en financieel inzichtelijk te maken met gedachtenstreepjes. Wat willen we bereiken, financiële onderbouwing enzovoort. Ik neem aan dat dat inclusief de maatschappelijke effect is wat men wil bereiken. Mijn vraag is, kun je ook aan toevoegen wat er gebeurt of wat gaat er fout als je er niets doet met het onderwerp? Dus toevoeging wat er niet. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb nog één vraag. Dat is, er zijn ook stelposten opgenomen in het stuk over tegenvallend accres voor de circulaire over 2015 en 2016. En mijn vraag is, is dit nou ook mogelijk dat er straks voor 2017 en 2018 ook gaat gebeuren? Kunnen we daar ook nog mogelijke tegenvallers verwachten? Of is dat nu nog niet te geven? Dank u wel, meneer Veldhuis. Vijftal, zestal vragen geïnventariseerd. Graag uw antwoord, meneer Van Leeuwen. Dank u wel, voorzitter. De punten die aangedragen zijn door de fracties, die zijn verwerkt en niet gecensureerd. Maar u wil ze graag hebben. Ik denk, ik kijk even naar mevrouw Volkering, dat we die voor de raadsvergadering wel kunnen toesturen. Hè? Ja. Wij kunnen hem voor de raadsvergadering naar u toesturen. Dan heeft u die in uw bezit. Voorzitter. U hebt het over de lijst die door de raadsfracties zijn. De complete lijst. Complete lijst, akkoord. Staat. Meneer Van Leeuwen, hij komt niet terug op de raad. Nou, dan krijgt u het zo spoedig mogelijk. Voor de raadsvergadering, dat zou wel mooi zijn. Ja, dat is een termijn. Van maart, maar u krijgt hem zo spoedig mogelijk ter beschikking. Ik leefde in de veronderstelling dat het nog terugkwam op 31 januari. Neemt u me niet kwalijk. U krijgt hem zo snel mogelijk. Staat duurzaamheid erop? Het antwoord is ja. Maar nog niet. De discussie van maart natuurlijk. Hè. Het begrip duurzaamheid staat erop. Maar de uitkomst van de discussie met de raad, die weten wij nog niet. Dus dat zit hier nog niet in. Vaststellen van de begroting is gebeurd. Ja, daar wordt niet aan getornd. De criteria die worden gehanteerd door het college. Wij hebben niet de punten die de raad zelf heeft aangedragen vervolgens gecensureerd of opgeschoond of wat dan ook. Er is alleen intern gekeken van voldoet het aan de eisen als de drie O's die we in het verleden hebben afgesproken. En gaat het over achterstallig onderhoud wat we hiermee willen oplossen. Dat zijn criteria geweest waar we naar gekeken hebben. Maar uitdrukkelijk de punten van de raad, daar zijn wij niet aangekomen. Daar gaat u zelf over.
is toe te voegen wat er gebeurt als we niets doen. Dat zou kunnen. Dus als u dat in meerderheid wenst, dan gaan we daar wat mee doen. Tegenvallend akkres, VVD, kan dat ook, zou dat ook kunnen voor 2017, 2018. Ik denk dat 2017, hoewel de meiscirculaire altijd wat negatiever is, wel mee zal vallen. Voor 2018 kan ik nog geen voorspellingen doen. Dat is ook de reden waarom we, en dat is wijzer geworden vanuit het verleden, toen we met z'n allen de trap afgingen, dat we die remweg ingebouwd hebben. Maar nogmaals, ik verwacht voor 2017 geen problemen. 2018 kan ik u niet voorspellen. Dat waren de antwoorden. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, toch nog even op het antwoord over die criteria. Als ik het nu goed begrijp, past het college wel criteria toe voor haar eigen lijst, maar niet voor de raad. Dat betekent, als we dat op die manier doen, dat we aan de ene kant een lijstje van het college krijgen, aan de andere kant een complete set van nog niet geprioriteerde raadsvoorstellen. Dat betekent dus dat we in de vaststelling dan vervolgens een soort cherrypicking gaan doen. Hoe gaat dat dan plaatsvinden in het proces? Of dient u al de raad met een, nou, toch een voorlopige prioritering? Nou, als u dat zo graag wil, dan zullen we dat doen. En omdat ik dat procesmatig wel graag wil, vraag ik ook naar de criteria. Dan stel ik toch voor dat we daar dezelfde criteria op loslaten die wij gehanteerd hebben. Maar dat is nogmaals aan de raad om dat zelf af te wegen. Misschien dat u dan die criteria alvast ook even mee kunt leveren bij het lijstje. Ja. Ja? Ja. Die toezegging is gedaan. Meneer Rooijakkers, wat zegt u? Ja, hier voegt de wethouder niet aan toe als de meerderheid van de raad het wenst. Dat viel me wel op. Nee, maar dat is natuurlijk vrij logisch dat als je criteria hebt gehanteerd, dat je geen appels met peren wilt vergelijken. Dat is eigenlijk mijn verontschuldiging naar u, meneer Rooijakkers. Maar ik heb nogmaals de commissie gevraagd of dat zij het daarmee eens zijn. Want ik vind uw vraag niet onzinnig. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Waarvan akte? Mag ik uw opinie? Begin ik met mevrouw Ramerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, op zich, de nota is duidelijk met wat we voor ogen hebben. En de periode die genoemd is, is ook wat we afgesproken hebben. Wij kunnen ons daar ook in vinden met de toevoegingen dat de criteria worden vermeld en het lijstje wordt aangevuld met wat vanuit het ambtelijk apparaat is toegevoegd. En ik ben ook blij om te lezen dat de bedragen ook nog even opnieuw worden bekeken, want het staatje was mij nog niet helemaal helder waar het nu allemaal wegkomt. Maar ik verwacht dat het in de uitwerking ook nader wordt toegelicht. Bedankt daarvoor. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Nobody. Verder geen opinie. Meneer Kleine-Koekan. Naar aanleiding van de behandeling programmabegroting 2017-2020 is ons dit stuk toegezegd. Dank hiervoor. Naast de inbreng van de raad is ook vanuit de directie een nodig stuk informatie ingebracht. En u bent tot een lijst gekomen en u hebt ook toegezegd dat we de schone lijst binnenkort mogen binnenkrijgen. Wat het overzicht betreft van de beschikbare financiële ruimte, dat schept ons inziens wat verwarring. Bij de behandeling van de programmabegroting hebben wij als raad ingestemd met de stelposten in verband eventueel tegenvallend accret uit de septembercirculaire. Ons inziens horen deze posten dus ook niet thuis in dit overzicht. Verder kunnen wij instemmen met de weg die u bent ingeslaan en zien uw definitieve voorstel in maart goed onderbouwd. Zoals u zelf al gekenschetst tegemoet, wel vragen we ons af of we door de behandeling hiervan in maart financieel de deur niet gedeeltelijk op slot doen bij de behandeling van de duurzaamheid in april. En hebt u deze al opgenomen, of hebt u deze al opgenomen bij de door de directie aangedragen onderwerpen? En daar hebt u al aangegeven dat dat niet het geval is, maar dat de duurzaamheid er wel in voorkomt. Maar ik vind toch dat er een beetje spanning op zit als we dat straks in april de duurzaamheid verder gaan behandelen. Tot zover onze inbreng.
Dank u wel, meneer Kleine-Koekamp. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Is het wel waar, zou je eigenlijk wel kunnen denken, dat we hier zomaar te maken hebben met een financieel overschot? De crisis is eigenlijk nauwelijks voorbij en dan zit je hier eigenlijk wel in een hele riante positie, lijkt het, als gemeente, waarin we in één keer spreken over tonnen tot 1,5 miljoen overschot. Enige verbazing naar buiten toe kun je wel voorstellen. Naar collega-gemeenten, maar ook naar inwoners toe, die misschien de afgelopen jaren wel iets anders hebben ervaren. Dus ik redeneer in die zin wel nu vanuit een soort luxe positie. Daar ben ik wel heel blij mee, maar het is wel heel bijzonder, vind ik, wat zich nu voordoet. Ten aanzien van het voorgestelde proces, akkoord met een paar opmerkingen daarover, dat de eindprioritering inderdaad aan de raad is. Dat we rekening houden met de nog benodigde of misschien meer te ontstaan ruimte in de huidige begroting. Want daar wordt nog een onderzoekje naar gedaan. Dat sluit aan bij datgene wat de heer Kleine-Koekamp zei over die stelpost, over die circulaire 2016. Die is niet voor niks daar neergezet, omdat die van 2015 is al voorbij. Maar die van 2016, ja, die is nog heel actueel. Dus daar zouden we eigenlijk ook wel wat voorzichtigheid in willen betrachten. Om dat niet zomaar mee te nemen, om dat ook te bestemmen. En in die zin ook echt rekening te houden met de risico's van correcties op de uitkering gemeentefonds. Voor de rest prima voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Mag ik uw opinie horen? Geen opinie. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Nou ja, de opinie is dat ik het op zich heel erg interessant vind om straks het voorstel te gaan zien. En ik ben dus heel erg benieuwd in afwachting van datgene wat hier dan straks al ter tafel zal komen. En het proces zoals we er gaan komen, ben ik het van harte mee eens. Waarvan acte, meneer Royakkers? Ja, ik had wel een opinie, voorzitter, maar ik dacht, ik geef de heer Wildvank het woord voor mij. Want die zal ongetwijfeld reageren op de heer Nijkamp. Heeft hij niet gedaan in die zin. Want voor sommige mensen is het niet echt een verrassing dat we wat overhouden. Want we houden namelijk al jaren over, meneer Nijkamp. En ik ben het heel erg eens met de procedure die we nu met elkaar afspreken. Om daar op een verstandige manier een bestemming voor te vinden. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Heel kort. Voor ons is het wel even van belang van. Kijk, we kunnen onszelf helemaal rijk rekenen. Als je inderdaad de bedragen ziet staan, dan zouden bijna de vlaggen uitgaan. En kunnen we volop aan de gang en allerlei plannen gaan uitvoeren. Wij betrachten hier toch nog wel enige voorzichtigheid in. Want wij zijn ook wel benieuwd hoe het gaat verlopen straks in 2016, 2017 en verder. Dus we moeten wel kijken hoe we daarmee omgaan. En vooral gaan inzetten op incidentele uitgaven en niet op structurele uitgaven. Daar vooral naar gaan kijken. Om te voorkomen dat we ons straks zelf helemaal klem zetten als het straks in de toekomst misgaat. Voorzitter, mag ik daar nog even een vraag op stellen? Meneer Nijkamp. Meneer Veldhuis, want u spreekt nu over de invulling van incidentele uitgaven. Terwijl volgens mij waar we het hier over hebben zijn structurele ruimtes in de begroting. Maar misschien kan daar de wethouder iets over zeggen. Ja. Omdat we in ieder geval wel helderheid hebben over van waar we het dan hier echt over spreken. Dat is een goed voorstel, ja. Daar ben ik ook even benieuwd naar, waar u daarnaar kijkt. Meneer Van Leeuwen. Dank u, voorzitter. De heer Nijkamp refereerde ook al naar een ander onderzoek wat op dit moment loopt. Waarin we over hopen te kunnen rapporteren medio juni, nog voor de perspectiefnota. Daarin proberen we in kaart te brengen hetgeen de heer Wildvank en in het verleden mei ook nog wel eens dwars zat. Van wat is er nu ook nog aan incidentele ruimte? En waarom en waar komt het vandaan en is het iedere keer hetzelfde of niet? En zit daar ook nog structurele ruimte in? Nou, daar wordt een apart onderzoek naar gedaan. Dit geld is geld wat we structureel over hebben en wat structureel ingezet kan worden. Waarbij de voorzichtigheid waartoe u maand, die onderschrijf ik volledig. Die stelposten zijn in het verleden niet voor niets opgenomen. Maar we hebben geprobeerd om het volledige bedrag in kaart te brengen. En wij zullen zeker niet anders voorstellen dan wat er hier staat met betrekking tot tegenvallend accres. Daar kunt u verzekerd van zijn. Bij een eerdere behandeling werd ik beschuldigd van, enerzijds opgehemeld, vind ik,
zuinigen. Maar dat woordje struisvogel vond ik een beetje jammer. Ik heb namelijk het idee dat we hier op dit gebied juist verder vooruitkijken en wel voorzichtig zijn, zuinig zijn, maar wel ons proberen te kijken van nou, wat zou ons mogelijk te wachten staan. Nou, u kent ons niet anders. Vorige colleges hebben ook altijd zo geopereerd. Verstandig beleid en daar plukt Dalfsen nu de vruchten van. En dat is eigenlijk wat ik zou willen zeggen, voorzitter. En ik doe, ondanks dat het niet genoemd is door de overige commissieleden, de heer Rooijakkers, de toezegging dat we ook in kaart brengen wat er gebeurt als we het niet doen. Die toezegging wordt genoteerd, meneer Rooijakkers. Dank u wel, meneer Van Leeuwen, voor de toezegging. De beschikbare ruimte wordt is structureel van aard. En we zullen in maart voorzien van criteria onderbouwd de totaallijst van de raadsfracties en het college naar ons toe gestuurd zien. En de definitieve prioritering is aan de raad, waarvan akte. Dank u wel voor uw inbreng. En daarmee heb ik agenda punt 7. En wil ik gaan naar punt 8, vaststellen van de besluitenlijsten van 6 december en 12 december. Kan dat met uw instemming vastgesteld? Dank u wel daarvoor. En daarmee kom ik aan agenda punt 9. Ik dank iedereen hartelijk voor de lange zit van vanavond, de goede inbreng. En we wensen iedereen een fijne avond.